Welkom bij de nieuwe aflevering van 27 februari. Het is bijna 6 uur. En we zitten hier nog. Bijna 6 uur. We gaan het hebben over leuke onderwerpen, zoals de AI. Wat zijn nou? Ja, OpenAI. Heel veel mensen hebben het waarschijnlijk al zien langskomen. Maar we kunnen er even snel overheen gaan. OpenAI heeft een nieuw model uitgebracht dat Sora heet. En Sora is een tekst-to-video model, zeg maar. Dus die tekstprompt verandert in video. En je had voorheen tekst-to-video van... Tekst-to-video? Tekst-to-video. Mm-hmm. Dus tekst veranderen in video. Oh, oké. Runway ML, tekst-to-video. Voorheen had je dus Runway ML. En dat was deze kwaliteit. Dus die zijn allemaal gegenereerd. Dus bij deze kun je dan gewoon tekst of tekst in een plaatje laten omzetten in een filmpje. En dat zag er niet echt goed uit, hè? Die voorbeelden die je hier ziet allemaal. Dat zag er niet heel erg goed uit. Dus het idee was dan, over 10 jaar ziet het er veel beter uit. En dan is het niet van echt te onderscheiden. Nou, we zijn een jaar verder. En OpenAI heeft Sora uitgebracht. En de resultaten zijn echt fucking absurd. Oké, dit is er een van. Even kijken. De prompt is... A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress and black boots and carries a black purse. She wears sunglasses and red lipsticks. She walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about. Oh. Dus dit bestaat niet. Dit is gegenereerd. Nee, dit is gegenereerd met alleen die tekstprompt. En het is echt moeilijk om er fouten in te vinden. Het is een professionele camera movement, alsof je een dolly gebruikt. Dat is zo'n camera ding op wieltjes, zeg maar. Ja. Je ziet soms, kijk, je ziet van de mensen die hier, lopen. Kijk, je ziet dat soort van moonwalken. Zie je? Je ziet wel dat het niet overeenkomt. Dat zie je ook bij deze persoon. Dat is een beetje dat... De snelheid van haar bewegingen komt niet overeen. Dus er zijn wel dingen, maar als je door Instagram Reels zou scrollen en je zag dit, zou je nooit denken dat het AI-generated is waarschijnlijk. Nee. En dan kun je er ook een foto in stoppen van een gezicht? Ja, dat ze altijd dat gezicht gebruiken? Kijk, deze vond ik echt heel indrukwekkend. Oh, wauw. Normaal kost het animeren van zo'n scène, dat is fucking veel geld. Ja. En dit ziet er echt zo goed uit. Het sneeuw ziet er goed uit, de physics van het haar en zo, dat klopt allemaal. Die rook achter is een beetje overdreven. Deze is dan vragen ze om een movie trailer te maken en kijk hoe goed dit is. Gewoon echt fucking nice. Het is wel veel herhaling, maar... Ja, nee, hij ging opnieuw afspelen. Het is maar 17 seconden. Maar het zegt ze gewoon een movie trailer featuring the adventures of a 30-year-old spaceman wearing a red wool knitted motorcycle helmet. Ja, je ziet niet dat het nep is, zeg maar. Ja, dit is een drone shot. Dus letterlijk dronepiloten die dan normaal fucking veel vragen voor zo'n drone shot van ergens. Kun je gewoon een locatie opnoemen en dan maakt hij gewoon een drone shot van die locatie. Want is die zeg maar getraind met foto's van deze locatie en extra? Hij is gewoon getraind op foto's en video's. Dit zal waarschijnlijk niet precies overeenkomen. Hier zeggen ze bijvoorbeeld along Big Sur's Garry Point. En Big Sur is een hele bekende locatie. Ja. Dus dan zijn er heel veel foto's van. Dus je zal waarschijnlijk niet van jouw huis een drone shot kunnen krijgen. Maar met genoeg, als je die data input... Bekende locaties, daarvan kunnen ze van bestaat, filmpjes maken die goed genoeg zijn om... Ja. Geloofwaardig te zijn. Dit ook, hele kwalitatieve animatie. Gewoon Pixar kwaliteit animatie. Hoeveel moet je betalen? Artifacts. Ja, deze is op dit moment alleen open voor researchers en dat soort dingen. Het is echt nog closed beta. Maar, deze zag ik ook. Dit is gewoon een vogel. Deze vogel bestaat echt. En dan vragen ze gewoon om een close-up shot van die vogel. En dit lijkt gewoon op een echte... Alsof een echte natuurfotograaf deze film heeft gemaakt. Klopt. Gewoon 1-op-1. Oogbewegingen zo. Alles. Zo nice. Zo echt vet. Als ze dan op een gegeven moment ook die narrator eronder... Ja, als je David Attenborough eronder zet. Ja. Ja.
Van here we see a close shot of a Victoria Crown. Echt fucking vet. Dit zijn twee piratenschepen in een glas koffie. Als je dit zou willen creëren voor in je reclame bijvoorbeeld, zou dit ongelooflijk veel geld kosten. En nu is het gewoon bam. Wauw, dan hebben reclamebureaus van Nespresso en alles, Starbucks. Maar alles. Want kijk, als je erover nadenkt, over hoe een film... Oh, deze vond ik ook heel goed. Deze vond ik zo artistiek. A young man sitting on a cloud reading a book. Ja, je hoeft bijvoorbeeld geen eens Black Man of zo te zeggen. Ja, die diversiteit zit erin. Mm-hmm. Maar kijk, als je erover zou nadenken van wat is een film voordat het wordt geschoten, dan heb je een script en heel vaak heb je dan ook art. Als je bijvoorbeeld Lord of the Rings gaat verfilmen, dan creëer je eerst art van de personages, dus tekeningen en dat soort dingen waar het animatieteam mee gaat werken. Maar al die informatie kun je gewoon nu in zo'n systeem stoppen en dan komt er gewoon een film. Nu verdwijnen er echt veel beroepen. Ja, waarschijnlijk zal het eerst die beroepen versterken door samenwerking en zo ervan. Maar dat gaat er alleen voor zorgen dat het steeds sneller wordt. Maar het verschil van dit, wat 11 maanden geleden was, naar dit. Dat is een gigantische groei. Ja, wie weet wat er over 11 maanden komt. Het is echt een absurde groei. Kijk, een helikoptershot over over Amerika, een bepaalde plek in Amerika in 1800. Een shot die normaal onmogelijk is, als je niet die hele stad herbouwt. Dan zou je alles, zeg maar, ja. Ja, stel je maakt een historische film en je doet dit soort shots ertussen. Ja, het kost dan gewoon helemaal niks vergeleken met het verleden. En de details die ik steeds gewoon, het is... Er zijn gewoon geen artifacts en zo, weet je, van dat er fouten in zijn gemaakt. Kijk, deze ook. Je kan gewoon niks hieraan zien wat duidelijk maakt dat het nep is. Gewoon niks. Nee. En dat is wat het eigenlijk gewoon... Er is gewoon de reflectie in haar oog. Je ziet gewoon bomen in de reflectie van haar oog. Zelfs daarover is nagedacht. Echt fucking sick. Ik was zo verrast. Mm-hmm. Kijk, dit is gewoon echt... Dit is gewoon een markt ergens waar een drone nu aan het vliegen is. Zo. Kan niet anders. Kijk, zo een art installation van heel veel tv's. Dit ziet er ook gewoon... Hey, deze moeten we eigenlijk als achtergrond fixen hier. Ja, deze is wel leuk. Deze is veel te druk. Ah, ja. Er was ook eentje van iemand... Oh ja, een auto die gewoon... Dit lijkt gewoon basically op een game. Met hele realistische graphics. Maar het is gewoon een drone die een auto achtervolgt, is dan de prompt. En hij kon ook... ik weet niet of die erbij staat. Waarschijnlijk staat die erbij. Neem je nu het scherm op trouwens? Ja. Oké. Nee, die staat er niet bij. Maar ze hebben heel veel verschillende... En toen hebben ze op Twitter ook aan mensen gevraagd van... wat zijn jullie prompts? En mensen zijn allemaal met verschillende soorten prompts gekomen. Oh ja, deze vond ik heel goeie. Dit lijkt gewoon op een shot uit een film. Een drone shot van een koppeltje die dan loopt zo... door een bloesemmarkt steegje. Wauw. Het is gewoon een fucking... Het is gewoon... De kwaliteit is fucking absurd. Maar zitten hier ook van die vervelende morele restricties aan? Oh ja, dat weet ik nog niet. Zoals bij ChatGPT. Dat weet ik niet. Maar kijk, het ding is altijd... Kijk, die morele restricties zijn altijd benodigd... wanneer de software runt op hun platform. Want zij worden aansprakelijk gehouden... wanneer het negatief in het nieuws komt. Want heel vaak zijn het beursgenoteerde bedrijven. Ja. Maar heel vaak, wanneer deze algoritmes dan vrij worden gegeven... die modellen vrij worden gegeven... wanneer je ze lokaal runt... hebben ze meestal gewoon helemaal... Dit was, ik had een naaktfoto van jou gegenereerd bijvoorbeeld... met een lul van twee meter. Ja, maar nee, maar die is echt traumatisch. Want het was niet een lul van 2 meter. Het was een lul van 2 meter die... waarschijnlijk al 6 maanden dood was en toen nog eens een keer overreden was door een bus. Ja. Kijk, ik heb niet eens gezien. Wil je die echt gaan laten zien? Ik heb alle AI-foto's hier ergens. Even kijken. Ik heb niks gezien, joh. Had je het in de groep gestuurd? Ja, ik had allemaal gay-foto's gemaakt van Izzy. Maar dit waren al die... Daarom zeg je dus altijd, ik ben hetero. Toch? Ja, klopt. Stiekem... hier ergens. Nou, dit is Izzy die samen met een andere naakte Izzy aan het kroelen zijn. Dit was gewoon, dit is gewoon echt traumatiserend. Dit. Ik ga deze laten zien, maar die lul blur. Maar hiervan zie je gewoon dat nep is trouwens. Ja, hiervan zie je. Dit is Thierry Baudet als naakte vrouw. Oh ja. Dit is, hoe heet hij ook alweer? Johan Derksen. Als naakte oude vrouw. Dus ja. Oh wow. Dus dat kan allemaal. Laat hij mijn SS. Oh ja, je SS. Maar hij heeft geen echt SS-uniform gegenereerd. Nee.
Maar dat kan Sora wel straks. Ja, die Sora kan gewoon filmen hoe jij Joden neerschiet en zo. Die kan gewoon zo. Kan jij dat nu al invoeren? Nee, Sora is nog niet vrijgeven, maar als het is vrijgeven, kan ik dat allemaal. Wanneer gebeurt doen. Dat? Echt ja, leuk. Weet ik nog niet. Hebben ze een roadmap gegeven? Nee. Ik weet niet wanneer ze het gaan uitbrengen. Oh ja, ik had Egon. Ook. Oh ja, deze lijkt wel echt. Allemaal van die gay scène zo. Het is gewoon grappig om jezelf in een gay scène te zien. Ja, is wel echt leuk. Maar ja, dat dus. Maar hoe gaat het zijn met de toekomst? Want ik zat er zelfs aan te denken. Wist je dat het dan gewoon mogelijk gaat zijn? Kijk, je kan alles genereren. Dit kan dus ook gameplay genereren. Dus als je zegt, genereer gameplay van iemand die Minecraft aan het spelen is. Dan genereert hij gewoon het spel. Alsof iemand het aan het spelen is. Ja. Dat je dan een bepaalde baas aan het doodmaken bent of whatever. Maar ik zat er dus aan te denken. Je zou in principe... Hier zou je een boek van kunnen maken. Een film zelfs. Je zou in principe het hele televisiesysteem in een land, alle programma's en het nieuws gewoon gegenereerd is. Je zou gewoon nieuws kunnen genereren dat hij gewoon zegt van op dit moment is er in Istanbul een bom ontploft en 4000 mensen gaan dood, waarna je beelden ziet dat er in Istanbul een bom is ontploft en 4000 mensen en gaan dat dood, zeg maar het is nooit gebeurd. De gebeurtenissen in het spel of jouw handelingen in het spel weer nieuw nieuws genereren. Ja, nee, maar ik bedoel meer van dat je gewoon het volk zo erg veel voor de gek kan houden. Dat, want nu is het echt zo geregeld van wij kijken naar het tv, wij kijken naar het nieuws en dan is er iets gebeurd. En dan zien we beeldmateriaal dat het is gebeurd. En dan is het ook gebeurd. Stel je voor dat wij nu in een realiteit leefden waarbij je dus het nieuws kan genereren, technologie kan genereren. Wij zouden alle drie niet zeker weten dat er op dit moment echt een oorlog gaande is in Israël, in Gaza. Zouden we niet weten. Of in Oekraïne. Dus wij zouden er zelf naartoe moeten gaan of het direct moeten horen van iemand uit onze directe omgeving die we vertrouwen voordat we het gaan geloven. Ja. Want het zien met eigen ogen op een beeldscherm is dan niks meer waard. We moeten het fysiek waarnemen voordat het moet bestaan. En daarom zeg ik, je zou de hele tv kunnen genereren. Op zich wel goed of zo. Ja, want je kan celebrities creëren, acteurs, nieuwslezers en weet ik veel wat. Nee, maar en die nu, mensen bestaan kijk, nu niet. Heb je een wereld waarbij iedereen alles gelooft wat ze op het beeldscherm zien. Ja. Dus dan hebben we misschien een wereld waarbij iedereen, zelfs de domste persoon, weet van alles is nep. Ik hoop het. Of maar, alles kan nep ik hoop zijn. Het, maar ik denk heel erg dat zeg maar hoe we het als bij het internet dachten van als we heel veel mensen toegang geven tot informatie, dan worden ze slimmer. Maar dat ze dan gewoon slimmer dom werden, zeg maar, in plaats daarvan. Dat nu, zeg maar, Twitter is. Terwijl het altijd vroeger zag als een soort van intellectuele plaats van de marketplace of ideas. Maar nu is het gewoon de marketplace of shit, basically. Dus ja, dat zou je nu ook kunnen krijgen. Ik bedoel, wat weerhoudt heel veel moslims ervan om gewoon... Ja, elke religie, UFO-gelovers kunnen gewoon bewijs genereren, religiemensen kunnen bewijs genereren. Iedereen kan even sterke bewijs regelen als de meeste bewijs die wij hebben. Want het is nu ook van, als mensen zeggen van ja, klimaatverandering en zo, gebeurt niet. En dan zeg ik van nee, het gebeurt wel, kijk maar deze studies. Maar met genoeg tijd kun jij gewoon evenveel bewijzen laten genereren voor de andere kant. Die, zolang jij ze niet na gaat checken, stuk voor stuk, niet van echt te onderscheiden gaat zijn, zeg maar. Je zou zelf zo kunnen doen. Zorgelijk. Je zou een conspiratie... Maar je had een aantal jaar terug al, er was een AI-model wat papers genereerde. Die werden geaccepteerd in journals. Ja, er is een Nederlandse wetenschapper, Elisabeth Bick. Zij is heel erg in de fact-checking van publicaties. Mm-hmm. En zij ziet nu al een hele grote uptick in de hoeveelheid AI-written studies en dat soort dingen. Maar je kan daar heel ver mee gaan. Je zou het zo ver kunnen brengen dat jij een AI-model kan schrijven die dus conspiracy theories verzint. En dan breng jij een conspiracy theory op aarde, zeg maar. En zodra jij onderzoek wil doen naar die conspiracy, dat on demand, zeg maar, websites en artikelen worden gegenereerd om jou dat te doen laten geloven. Want dat kan gewoon met die snelheid. Stel je voor, iemand zegt tegen mij van goji bessen geneest kanker, of weet ik veel wat. En dan google ik daarnaar, en terwijl ik dat doe, worden er gewoon webpagina's gegenereerd met neppe informatie die gewoon... Want je zou het hele internet generatief kunnen maken, in principe. Het hele internet zou je kunnen vervangen met alleen een algoritme die dan generatief werkt, die dan tekst kan genereren, video kan genereren en allemaal dat soort dingen. En als het goed genoeg is, heb je gewoon geen mensen meer nodig die content maken, want AI maakt alle content. Dat internet. Het is zo sick. Ik vind het zo sick en dat het zo fucking snel gaat. Is echt absurd. Oh ja, er waren dus ook voorbeelden van fouten. Dat ze zeggen van een man op een loopband.
En dan loopt hij achterstevoren. Deze vond ik heel leuk. Puppies. Maar ja, hoeveel puppies zijn er? Ja, ze worden steeds meer en minder. Ja, het lijkt alsof je een beroerte krijgt of zo. Ja. Allemaal dat soort dingen. Dus, oh ja, deze ook. Hier gebeurt er een error. Random, een explosie en dan komen er twee basketballen. En dan kan je ook niet verklaren waarom dat gebeurt, weet je. Ja, die doet dat gewoon. Maar allemaal dat soort dingen. Ja, deze was ook heel raar. Dat ze uit het zand halen ze dan iets. En dan wordt dat een stoel. Ja, heel raar. Maar ja, dit soort shit. En ja, kijk. Wij kunnen... Oh ja, dat was het mooie eraan. Dus wat mensen dus op Twitter deden, is dat mensen op Twitter echte scènes uit echte Hollywoodfilms gingen nemen, die dan bekend zijn op het internet, omdat ze meme material zijn. En dan gingen ze schrijven van, oh, kijk wat Sora kan. Het lijkt gewoon net echt terwijl het een echte scène is. En dan gingen allemaal van die boomers, waaronder Jordan Peterson, die ging toen een hele bekende scène uit een Bollywood. Ken je die scène van dat er een agent zo komt? Ik had hem gezien. Schiet hij zo'n auto en dan gaat die auto over de kop zo. Ja. Had Jordan Peterson geschreven en van... dat hij hem eruit trekt. Ja, yeah, had Jordan Peterson geschreven, farewell Hollywood, it was good knowing you. Maar het was echt, zeg maar. Maar kijk, wij gaan al makkelijk hiermee voor de gek gehouden worden. Maar ja, er zijn miljarden mensen. Ja, maar denk aan de ouderen in Nederland en denk vervolgens dat de meeste mensen buiten Nederland nog meer gullible zijn dan de ouderen in Nederland, zeg maar. Ja. Dus hoe kunnen... Ja, maar zelfs die video waar... Ken je die video van... zelfs als je niet deze kwaliteit hebt. Mm-hmm. Ken je die video van Elon Musk waar die zegt... I can fornicate with men without being gay. Because I have so much testosterone that other men are basically women to me. Yeah. Als je aan het scrollen bent en je kijkt niet goed, zeg maar, dan lijkt het al echt. Ja, zelfs dat al inderdaad. Ja. Maar kijk, dit in de handen van bijvoorbeeld een dictator in een Afrikaans land. Waarom een Afrikaans land? Nee, maar bijvoorbeeld, een dictator in gewoon een arm land ergens. Waarom niet in Centraal-Azië? Nee, maar oké, bijvoorbeeld Gaza. Bijvoorbeeld Gaza. Gaza kan letterlijk, Hamas kan letterlijk video genereren van Israël die kinderen aan het neuken is. Ja. Bijvoorbeeld. Kan gewoon. Ja. En dan? Hoe ga je die mensen duidelijk maken van, hey, dat filmpje waarin jij hebt gezien dat een soldaat een kind neukt terwijl die het uitschreeuwt, dat filmpje is nep. Hoe ga je dat aan mensen uitleggen? Ja, maar mogelijk. Ik vind de angst een beetje overrated. Ja, maar voor ons is het onderrated. Nee, want wij leven in stabiele systemen waar kleine outrages niet het systeem omver kunnen werpen. Dit hadden we vroeger ook. Ja. De krant. Met krant. Ja, maar dit is dus vele malen erger. De krant had niet het bereik die je vandaag de dag hebt. Want eigenlijk heeft nu iedereen het bereik, de potentie tot het bereik die de krant destijds had. En dat is het probleem. Binnen de geneeskunde heb je dus bepaalde ziektes die niet echt zijn. Sommige zijn cultureel, die zijn cultureel specifiek. Dan heb je alleen die bepaalde culturen er last van. Maar er zijn ook ziektes die op zijn gekomen vanwege het internet. Vanwege verspreiding van fake informatie. Heel veel van die dingen is bijvoorbeeld... gender fluid zijn. Electromagnetic sensitivity bijvoorbeeld. Dat jij sensitief bent voor de modem en weet ik veel wat. En vroeger was dat anders. Vroeger, ik weet niet of jij dat nog herinnert, maar in vroegere films en takefilms was er het hele idee van dat je door de vullingen in je tand de radio kon horen. Heb je dat ooit meegekregen? Ja. Dat was het vroeger. Omdat dat de technologie was vroeger. Dus dan gingen mensen die technologie gebruiken van, oh ja, er zit ijzer in mijn kiezen, dus waarschijnlijk kan ik de radio horen. Gingen mensen dat geloven. Daarna werd het technologie chips. Toen was het van, oh, er zit een chip in mijn lichaam of weet ik veel wat. Maar er is één ziekte, die heet Morgellons disease. En dat is dan een moeder, die had dan gewoon een kind. En die kind krapte zich steeds open. En die zei dat er iets groeide in zijn huid. En dat is een ziekte. Dat is gewoon een hele bekende psychologische ziekte, waarbij jij gewoon jezelf openkrapt, omdat je denkt dat er iets groeit in je huid. Die moeder begon het kind te geloven. Die dacht van, mijn kind liegt niet. Mijn kind spreekt waarschijnlijk de waarheid. Al die dokters zeggen dat hij het illusioneert. Dus zij begonnen te geloven. En zij ging toen met vergrootglas ging ze in de wond kijken. En in de wond zag ze dan hele kleine fibers. Zo, oké?
dokters die het gingen testen, die zeiden van, het zijn gewoon fibers van je kleding. Het zijn gewoon katoenvezels die aan de wond plakken en dan zie je dat. Ja. Zij zei, nee, dat is het niet. Zij noemde het vervolgens Morgellons, omdat ze in een oud tekstboek, 1700 uit de 17e eeuw, deze ziekte, die ziekte zag staan van, oh ja, kleine wormpjes in de huid, noemden ze het Morgellons. Vervolgens ging ze het internet op, ging ze groepen starten van, ja, Morgellons, deze ziekte, hebben andere mensen het ook gezien en weet ik veel wat allemaal. Ging ze geld ophalen, heeft ze vervolgens in Amerika de Morgellons Research Foundation gestart. Die letterlijk miljoenen uitgeeft in het onderzoeken van Morgellons en weet ik veel wat. En nu, met de laatste studies, blijkt dus dat op dit moment miljoenen mensen vermelden dat ze last hebben van die ziekte. Omdat al die mensen die zichzelf openkrapten en dus, dat zijn vaak mensen die geestelijke problemen hebben, hallucineren, die denken dat er chips in hun huid zitten en weet ik veel wat, die krijgen nu opeens een alternatief idee van, hey, kijk naar de wond in je huid en als er vezels op zitten, dan heb je Morgellons. En dan praten ze zichzelf die ziekte aan, waardoor die symptomen zich ook steeds meer vertonen, als het ware. Dus één simpele moeder, één moeder die gewoon, als ze in de 1800 was geboren en ze wilde niet luisteren naar wat de dokter zei, dan was het gewoon van, je bent fucking dom, hou gewoon je bek dicht. Ja. Je bent vrouw, waarom praat je? Weet je? Dat zouden we zeggen. Maar nu heeft gewoon die vrouw, die gewoon denkt van, nee, mijn kind hallucineert niet, gaat op het internet, heel veel vrije tijd, en dan hebben miljoenen mensen, krijgen exact dezelfde ziekte. Een fucking ziekte die niet bestaat, die zich verspreidt door het internet. En dat is, als je daarover nadenkt, dat zodra AI dat kan misbruiken, daar gebruik van kan maken, dan is het klaar. Ja. Dan kan je mensen letterlijk door de tv, door het internet gek maken. Letterlijk gek maken. Nee, dat maar je zag dit ook, kijk, krijgt. Je zag dit ook toen. Kijk, de veronderstelling bij het internet was, waar het net ook over, mensen worden bekwamer. En kunnen beter mening vormen omdat ze beter geïnformeerd zijn. Ja. Wat zag je toen de drukpers? Ja, de drukpers bestaat natuurlijk al heel lang, maar dat we echt op grote schaal konden drukken, dat duurde nog wel even. Wat zag je toen we op grote schaal konden gaan drukken, is dat het aantal heksenvervolgingen nam toe. Ja. Omdat die verhalen over die heksen, die konden zich ook verspreiden. Die konden zich ook sneller verspreiden. En dat zien we nu ook met het internet. Ja, en dat was een van de dingen. Kijk, je hebt heel veel cases van, eigenlijk wil ik daar ook een presentatie over geven, van massahysterie. Je had vroeger dansplagen, waarbij mensen in een hele stad begonnen te dansen en ze konden niet stoppen, gingen ze dagenlang dansen tot ze dood gingen. Het zijn gewoon psychologische ziektes. Het is gewoon massahysterie, noem je dat vaak. De heksenvervolgingen waren daar ook onderdeel van. En heel vaak, je hebt ook scholen in het Azië en zo, waar alle kinderen opeens beginnen te gillen en te huilen. En in sommige scholen gebeurt het elk jaar op dezelfde datum nog steeds, zeg maar. Allemaal massahysterie. Het klinkt allemaal heel eng van, misschien is er een andere reden voor. Allemaal massahysterie. En wanneer je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat ze altijd gebeuren na een hele stressvolle periode in de bevolking. Oké? En dan zou je verwachten, ze zijn heel vaak gebeurd na plagen ook, na pandemieën. Dan zou je verwachten dat er na de COVID-pandemie, na een hele stressvolle periode, er ook een vorm van massahysterie zou ontstaan, waarbij mensen allemaal iets meemaken, symptomen meemaken, maar het niet waar is. En dat gebeurde ook met die needle spiking destijds. Dat iedereen opeens zei van, oh ja, ik ben geïnjecteerd met een drugs en weet ik veel wat, waar uiteindelijk nog nooit bewijs van is gevonden. Oh en ja, wat, dat is een keer vaak in het nieuws geweest. Ja, dat is van Schotland en dan dat Engeland. Er mensen rond zijn. Ja, dat vond ik een beetje net zoiets als de Smiley-bende. Precies, en dat was ook onzin. Maar al die meiden die zich hebben gemeld, al die meiden hadden daadwerkelijke symptomen van gedrukt worden. Tenminste, de symptomen die zij verwachten. Want wanneer je denkt dat je is aangedaan, dan gaat het ook daadwerkelijk gebeuren. En dat zag je echt, dat begon in Engeland, Schotland, Engeland. Dan kwam het in Nederland, België, Frankrijk, Spanje. Heeft het zich helemaal verspreid. En daarna is het gewoon weer verdwenen. En destijds werd er heel veel onderzoek naar gedaan. En laatst is er dus een paper uitgekomen waarin ik had gelezen van, ja, er werd al verwacht dat er na zo'n hele stressvolle periode, waarbij mensen dus heel lang binnen opgesloten zitten, dat er daarna vaak een soort van massahysterie uitbreekt in een of andere vorm. En dat was destijds die needle spiking. Even vatbaar voor. En het nieuws heeft er aan bijgedragen dat het zo kan, maar zo kon verspreiden, zeg dat maar. Dat is letterlijk 2 weken in het nieuws geweest of zo. Is ja, nee, maar het is best wel een lange periode in het nieuws geweest, hoor. Is het klimaat niet gewoon de massahysterie? Ik had er destijds heel veel op gereageerd van, dit is sowieso onzin. En kankerveel boze DM's gekregen ook destijds. Maar het was gewoon overduidelijk onzin. Het was echt overduidelijk onzin. En waar wij dan denken van, oh ja, wij zijn niet vatbaar voor die Zoefie-ziektes, zeg maar.
Zijn we gewoon even, ja. even fucking van. Ja. Maar hij zegt, is het klimaat niet zoiets? Hoe bedoel je het klimaat? Is dat niet een massa-hysterie? Nee. Nee, ik denk dat ik bedoel niet de klimaatverandering, maar ja. als je zeg maar... Ik denk dat als je naar heel veel klimaatmensen zou kijken die echt overtuigd zijn dat het klimaat hen... dat klimaatverandering hen iets aan gaat doen... of ja. hun leven in gevaar gaat brengen... ja, dat is sowieso massahysterie. Ja. ja, 100%. Ja, niet zeg maar de verandering. Dat daar weten we zelf. Ja, maar dat nee, maar niet, van die dat, mensen nee, maar, die wacht, doen... Laat me het anders voor. Het is niet massahysterie... want massahysterie is echt tijdelijk en het komt even op... maar het is gewoon misinformatie eigenlijk. Ja. Het is gewoon dat zij het... Dus eigenlijk zijn dat ook een soort wappies. Oh ja, sowieso. Als je denkt dat klimaatverandering jouw leven kapot gaat maken hier in Nederland, in jouw levenstijd, ja dan nee. Het gaat je leven duurder maken en kutter, maar niet kapot. Ja. ja. Maar welke culturele ziektes heb je dan? Oké, je hebt dus, kijk, in Aziatische, dit is echt leuk, In Aziatische culturen, er is dus een artikel in, even kijken, Penis Theft. Ja, Penis Theft. Nigeria's Disappearing Penises, oké? Ik had dus ooit een artikel gelezen, heel lang geleden, over dat in Nigeria er allemaal paniek was uitgebroken, want er was dus met zwarte magie was er dus iemand die de penissen van mannen liet verdwijnen. Oké? Klinkt fucking absurd, oké? We weten dat die penissen niet zijn verdwenen, want dat gebeurt niet. Maar die mensen geloven wel daadwerkelijk dat hun penissen verdwijnen. Hun eigen penis. Ja, hun eigen penis. En wat het dus is... Maar je ziet toch dat hij eraan zit? Precies. En ik vind het zo mooi dat je dit zegt. Ik vind het zo mooi dat je dat zegt, oké? Want dan denk je van, fucking zoefies, je ziet toch dat hij eraan zit, oké? En dan heb je in Aziatische culturen heb je heel erg het idee... In India is het zo, China en zo is het zo... dat sperma is levensenergie van de man. En als je te veel... klaarkomt, te veel masturbeert ook, dan raak je die levensenergie kwijt en dan doet je lul het niet meer. Dat is wat die mensen denken in die cultuur. En daar heb je dus ook een ziekte waarbij je denkt, een psychologische ziekte, waarbij je denkt dat je lul steeds aan het krimpen is. Je kijkt naar de spiegel en hij wordt elke keer kleiner en kleiner en kleiner. En opnieuw, je ziet toch dat hij niet kleiner wordt, oké? En dan heb je zoveel van deze soorten ziektes over de hele cultuur. En wij noemden ze altijd van, dit zijn culture-specific syndromes, zeg maar. Maar we hadden nooit westerse ertussen. Want we dachten van, bij ons is het allemaal hartstikke normaal. Maar je zei het al, anorexia is er één van. Ja. En bij anorexia kan je net zo zeggen van... maar je ziet in de spiegel dat je niet dik bent. Ja. Je ziet letterlijk dat je botten uitsteken. Ja. Het is exact hetzelfde. Nee, je hebt gewoon visuele confirmatie. Maar wacht even, kijk. Bij anorexia... Kijk, je kan nog een meningsverschil hebben over wat dik is. Dik. Ja, precies. Maar je lul, die kun je vastpakken. Wacht even. Zeg maar. Je kan je lul kun je gewoon zo vastpakken. En je kan hem ook meten. En je kan ermee plassen en je kan seks hebben. Ja, maar je kan het ook meten, waardoor je weet dat hij elke dag niet kleiner wordt. Ja. Ja, dat kan. En dat kan op de weegschaal als je anorexia hebt ook. Maar bijvoorbeeld, zou je hier ook mening kunnen hebben over dat het dik kan zijn ook? Dit niet, nee. Als jij, ja, maar dit zijn anorexia-patiënten dan bijvoorbeeld. Ja, maar daarom is anorexia wel, zeg maar, een geestelijke aandoening. Ja, maar die andere dat is iemand, ook. Ja, nee, maar oké. Ja. Nee, maar dat begrijp ik wel. Ja. Maar kijk, zij, die heeft dan een of ander issue in de hoofd. En zegt ze, nee, omdat, zeg maar, daar bij mijn dijbeen hangt er nog een beetje. Ja. Ik ben dik. Ja, precies. Maar als je, zeg maar... het wel of niet aanwezig zijn van een lichaamsdeel. Ja, ja maar in Nigeria is het ook niet zo dat zij denken dat ze helemaal geen lul hebben. Maar daar is ook eigenlijk de diepe notie dat je lul aan het krimpen is totdat hij niet meer bestaat, zeg maar. Ja. En wat, dus ze denken eigenlijk dat er een proces gaande is. Ja, wat doktoren daar zien, heb je wel eens dat wanneer je... ik weet niet wanneer dat eigenlijk gebeurt. Maar soms gaat je lul... als de hoofd van een schildpad gaat hij, dan wordt hij zo klein, zeg maar, wanneer het koud is, dat je denkt van, hoe kan mijn lul zo klein worden, als het ware, zeg maar. Ja. Is het grote verschil heel erg groot. Dat heb je heel vaak als je bijvoorbeeld koud douche gaat nemen en allemaal dat soort dingen. Maar dat gebeurt... Hoe groot is het verschil bij jou? Ik denk dat ik... Ja, ik weet het niet, ik heb niet gemeten. Maar ik heb wel meerdere momenten in mijn leven gehad, wanneer ik depressief was, dat mijn lul veel kleiner werd... In normale toestand dan normaal, zeg maar. Normaal hangt mijn lul best wel goed, zeg maar. Maar wanneer ik dus... Ja, kanker daar, by the way. Maar wanneer ik... Nee, de reden waarom ik het vroeg, omdat ik zeg maar... Als ik in de koude douche ga... Ja. En
Het, zeg maar, ja, die krimping toen ik depressief was korter. Het verschil tussen normaal, zeg maar, yeah, en echt op de allerkleinste vorm, yeah, misschien wel 5 of 6 keer. Ja. Is dat normaal? Ja, nee, dat kan prima. Ja, maar bij mij was het dus, bij koud douchen had je gewoon shrinkage, dat heb je altijd, maar er zijn periodes geweest in mijn leven dat ik fucking depressief was, waar het nog veel kleiner werd. En dat is dus afhankelijk van jouw hormoonhuishouding, hoeveel bloed er op dat moment in jouw penis gaat. Sowieso is dat ook zo, als jij een jonge man bent, zeg maar, en je hebt gezonde bloedtoevoer, dan is jouw penis over het algemeen ook wat voller, omdat je gewoon gezonde bloedtoevoer, ja, hebt, zeg maar. En ook, het is ook hormoonafhankelijk van hoeveel penis er hoeveel bloed er naartoe gaat. Maar het idee was dus dat doktoren die mensen gingen onderzoeken, hun penis werd ook kleiner dan dat ze hem ooit hadden gezien. Niet kleiner als in dat de absolute grootte verminderde, maar hij trok meer naar binnen, omdat er dus een hormonale reactie volgde op die paniek. Dus op diezelfde tijd dat ik dan depressief ben en ik kijk naar mijn lul en denk van, hé, is mijn lul nou gekrompen? Ja. Weet je? Zij koppelen dat dan aan, er is een vloek op mij, of in Aziatische culturen, ik heb te veel. En dat heeft hetzelfde effect. En dan heeft het hetzelfde effect. En dat is eigenlijk hetzelfde hier ook. En anorexia is dus ook een culture-bound syndroom, want het komt alleen voor in, tenminste het kwam alleen voor in westerse culturen die de nadruk legden voor een bepaalde periode op hele dunne modellen. Daar kwam het voor. En naarmate Hollywood en westerse media verspreidden over de hele wereld, zagen we het ook in andere landen verschijnen. Een andere culture-bound syndroom. Hier gaan alle vrouwen mij om haten. Is PMS. Dus zeg maar premenstrual syndroom. Dat vrouwen gewoon fucking geïrriteerd zijn. Net voor de ongesteldheid. Dat is culture bound in de zin dat binnen culturen waarin dat niet een naam heeft, een idee heeft, waarbij er niet is opgemerkt binnen de cultuur dat vrouwen anders zijn in die periode, ervaren vrouwen veel minder problemen tot Maar dat betekent toch niet dat het er niet is? Nee, het is er. Het is er. De onderliggende symptomen zijn er, maar die kunnen dus heel erg verergerd worden door de culturele aanwezigheid van een term daarvoor. Ja, maar dan hangt het dan niet af met de mate waarin de cultuur vrouwen de ruimte geeft om die symptomen te uiten. Ja en nee, want je kan mensen die ruimte geven om die symptomen te uiten zonder dat je de nadruk legt op dat er iets bestaat zoals dat, zeg maar. Want kijk, bij al die ziektes is het zo dat er een onderliggend iets is, zoals stress of whatever. Of hormonen of whatever. En dat gaat zich dan manifesteren, dat gaat zich uiten in een symptoom. En die symptoom is cultuurafhankelijk. Daarom zeg ik ook dat die mensen van vroeger, die dan paranoid schizofrenic waren, eerst worden ze... Is het symptoom cultuurafhankelijk of is de wijze waarin het symptoom tot substantie komt cultuurafhankelijk? Dus als je naar die paranoid schizophrenics keek, eerst hoorden ze radio in hun hoofd, want dat was de culturele technologie op dat moment. Daarna was het chips en daarna is... Vroeger zagen mensen God en zo. Oh ja, wat ook een cultureel fenomeen is bijvoorbeeld, is UFO-ontvoeringen. Mensen in andere culturen worden niet ontvoerd door UFO's. Die geen UFO's kennen. Precies. Dus eigenlijk als die mensen die ontvoerd zijn door UFO's in een andere cultuur zouden leven, dan zou dezelfde bron van stress of whatever die voor die uiting heeft gezorgd, tot een andere uiting komen, zeg maar. Ja, tot woorden waarmee zij dat kunnen vertellen. Ja, precies. Okay. Maar de ervaring is dan ook anders. En de symptomen kunnen dan ook anders zijn. Want jij vertoont de symptomen die jij verwacht, als het ware. Dus dat is bij medicatie zo. Als je aan mensen de bijwerkingen zegt van medicatie, dan is de kans groter dat ze die bijwerkingen krijgen. Dus dat maakt de lijn tussen wat is echt en wat is nep. Kijk, over al die mensen... Maar geldt dat ook, zeg maar... Kijk, geldt dat voor bijwerkingen als hoofdpijn en misselijkheid... Het kan letterlijk zelfs voor blindheid zijn. Het kan letterlijk blindheid zijn. Ja, oké, maar blindheid kan ook psychologisch zijn. Ja, maar ze zijn allemaal tijdelijk. Stel de bijwerking, een van de bijwerkingen is je krijgt kanker. Oh ja, nee. Dan is het niet, het is echt gelimiteerd. Het is eigenlijk op de psychologische Het is echt gelimiteerd. Symptomen. Maar daarom ook, als je dus, kijk, wij kunnen lachen om die mannen die denken dat hun penis krimpt of hun ding krimpt. Maar we zouden nooit lachen over iemand met anorexia. Want binnen de cultuur, jij misschien wel. Maar binnen de cultuur. Ja, nee, kijk. Maar binnen de cultuur denken we gewoon van nee, dat is echt. Maar die mensen ervaren dat echt. Even serieus, ik vind anorexia net zo zoefie als de mensen die denken dat ze geen lul hebben. Ja, exact. Wij plakken er dan geen zwarte magie aan. Ja. Maar het is gewoon. Ja, het is gewoon net zo zoefie. Ja. Ja, en vroeger was een cultureel syndroom, een westerse cultureel syndroom, was ook. Hysterie was vroeger het gedrag dat vrouwen vertoonden
wanneer ze ongesteld werden of wanneer ze lange tijd geen seks hadden. En de behandeling voor hysterie was dat je naar de huisarts ging en dan ging hij je vingeren zo. En na een tijdje dacht de huisarts van, ja, fucking mijn arm doet pijn omdat ik die vrouw de hele tijd moet vingeren. En toen heeft de huisarts de vibrator uitgevonden, dat is waar de vibrator vandaan komt. En toen zijn we erachter gekomen van, hey, eigenlijk is dit niet echt een syndroom, maar eigenlijk is dit gewoon vrouwen die een need hebben. En omdat die need niet vervuld wordt, manifesteert zich dat in verschillende soorten symptomen, zeg maar. En dat laat dus zien dat het voor elk van die ziektes zo kan gelden. En dat de informatie die jij binnenkrijgt, of de informatie die wij creëren, waarin wij onze burgers inwikkelen, zeg maar, letterlijk fysiologische veranderingen teweeg kan brengen, die kunnen leiden tot hele erge ziektes, bijvoorbeeld. Maar dus als jij als vrouw, als jij je dochter nooit leert dat PMS bestaat, dat ze anders worden tijdens de ongesteldheid, dan zullen ze ook minder anders worden tijdens de ongesteldheid. Wat nou als je ze dan gewoon leert dat bloed er niet is? Zeg heel gewoon, ja, het is er niet. Hè. Ik weet niet wat jij ziet. Ja, maar ik zie niks. Ik zie niks. Ja, dat kan. Dat kan. Je kan het ook andersom doen. Je kan ook elke vrijdag tegen je kind zeggen, oh, mijn buik. En dan zegt hij, wat is er? Zegt, ja, het is vrijdag. Elke vrijdag krijgen mensen buikpijn. En dan zal hij elke vrijdag buikpijn krijgen waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel, als je dat liet geloven. Want zodra jij het gelooft, want het is ook bijvoorbeeld met die electromagnetische sensitie. Kijk, om deze reden, hij heeft de wereld dus af en toe Dr. Mengeles nodig. Ja, maar dat is dus exact hetzelfde als die electromagnetic sensitivity syndroom. Dan in die studies leggen ze dan mensen naast een modem en dan hebben ze gewoon hoofdpijn. En dan zetten ze een tummy-modem die wel lampjes heeft, maar niet een antenne. En dan hebben ze nog steeds hoofdpijn. Ja. Dus het gaat om de expectation of negative effects. En als ze dan bijvoorbeeld een echte modem, maar dan in een ander casing. Als de lampjes niet branden, dan voelen ze helemaal niks. Ja. Dus het gaat niet om de oorzaak die zij in hun hoofd hebben, maar het is dat jouw misschien lichaam komt het door de lampjes. Ja, maar daarom, je kan het zo ver brengen. En daarom is het ook zo moeilijk om het uit mensen hun hoofd te halen. Want je kan zoveel verklaringen ervoor verzinnen. Ja. Maar uiteindelijk is het gewoon je hersenen die je voor de gek houden. Maar daarom, dat brengt dus heel veel dingen met zich mee. En daarom is het ook, bijvoorbeeld, er is de laatste studie geweest over dat een groot deel van de bijwerkingen van COVID-vaccin, de simpelere bijwerkingen, gewoon nocebo waren. Gewoon omdat mensen die bijwerkingen verwachten, kregen ze die bijwerkingen. En binnen studiegroepen waarin ze die bijwerkingen niet vertelden, kregen ze dan veel minder bijwerkingen. Weet je wat de enige wat ik had? Ik had gewoon 4 dagen pijn aan mijn arm. Ik had helemaal niks. Ja, ik had ook gewoon een beetje pijn aan mijn arm. Verder gewoon helemaal niks. Nee, maar echt pijn. Ja. Zeg maar pijn, niet pijn van, oh, ik ga dood van de pijn, maar wel een pijn dat je zegt van, oh, ja, dat voel ik. Maar stel je voor, want dit gebeurt dan meestal. Er wordt van een medicatie, komen ze erachter dat het bepaalde bijwerkingen heeft die ze nog niet wisten. En dan gaan ze op het nieuws zeggen van, hey, deze medicatie heeft deze bijwerkingen. En vanaf dat moment krijgen de mensen die medicatie namen die bijwerkingen. Omdat ze het nieuws hebben gehoord, zeg maar. Ja. Maar moet je mensen dan laten weten van die bijwerkingen? Want je kan ze letterlijk het is een soort van paradox. Nee, ik vind dat we eigenlijk gewoon moeten zeggen van, luister, van alle medicijnen die je kan innemen zijn veel voorkomende bijwerkingen, misselijkheid, bla bla bla, hoofdpijn. Ja. En alleen bij bijwerkingen waarvoor je echt acuut naar medische hulp nodig zou hebben, of die zeg maar niet onbehandeld mogen blijven, moeten erop staan. Al is het natuurlijk wel zo. Het is echt moeilijk. Waarschijnlijk zit het wat complexer in elkaar, zeg maar. Want ja, waarschijnlijk zit het gewoon complex in elkaar. Ja, het is bijna kwantummechanica-achtig dat het leveren van de kennis juist hetgeen veroorzaakt wat je wilde voorkomen door de kennis te voeren, als het ware. Het is heel raar. En daarom brengt het dus heel veel van die vragen met zich mee. En daarom denk ik dat de macht van informatie en informatieverspreiding echt moet echt onderschat wordt, zeg maar. Hoeveel informatie kan doen met de mensheid en dat soort dingen. Dus ik kan niet wachten totdat al deze dingen gebruikt gaan worden om regimes omver te werpen en minderheden te vermoorden en weet ik wat allemaal. Het gaat echt allemaal gebeuren, waarschijnlijk. Ik denk, ik ben benieuwd. Ja. Ik ga er gewoon een AI OnlyFans model meemaken. Ja. Dat is wat ik ga doen. Ja, het heeft ook allemaal implicaties met, ja, ik bedoel, wie owned de copyright van dit? Ja, niemand. Ja. Ja, jawel, ik weet wel wie. Kijk, waarom own jij copyright?
is omdat je de arbeid erin gestoken hebt. Ja. De ja. arbeid die hierin gestoken is, is eigenlijk deels de CPU en memory die je gebruikt. Ja. En deels de software die je koopt. Voor ja. de software koop je een licentie. Dus dat heb je afgekocht. Ja. Dus dan is degene die de hardware heeft betaald, die heeft het copyright. Ja. Zo ja. zou ik het tenminste beargumenteren. Ja, ik wilde over naar Assange. Oh ja. Julian Assange. Julian Assange. In de groep werd vaak gevraagd of we hier iets mee konden. Gaan we even een tijdlijn doornemen? Ik weet er helemaal niks van. Nou, Julian Assange, Australische hacker. Australische hacker. Hij heeft heel WikiLeaks. Veel, ja, hij heeft vroeger ja dus maar wacht even. Hij had zelf niks gehackt, toch? Nee, vroeger, voordat hij WikiLeaks startte, was hij hacker. Hij heeft heel veel in zijn jeugd. Het staat waarschijnlijk wel op zijn Wikipedia. Hij heeft in zijn jeugd heeft hij best wel grote bedrijven gehackt. Even kijken, hacking. Ja. Age 16 begon hij met hacken als hacker. En hij had gehackt. Wat had hij allemaal gehackt? Even kijken. NPR, NASA, Milnet, Military Network, Military, ja, weet ik veel. Allemaal militaire dingen had ze gehackt. Maar ja, dus daarnaast in 2001 of zo ging hij leak.org registreren, ging hij er helemaal niks mee doen. En in 2006 kwam hij met WikiLeaks. En het idee van WikiLeaks was dat jij anoniem gelekte informatie kon publiceren daar, of kon uploaden daar, en dat zij het dan publiceerde, als het ware. En hij beloofde dan dat het allemaal anoniem was. En in 2000, wanneer was het? 2010 of zo? 2010 was er iemand, Bradley Manning, destijds tegenwoordig Chelsea Manning, die werkte in Irak. En die zag dus heel veel mensonterende dingen tussen de documenten. En die heeft toen 700.000 classified documenten gelekt van de Amerikaanse oorlogsvoering in Afghanistan en Irak naar WikiLeaks. En WikiLeaks heeft het vervolgens gepubliceerd. Amerika werd helemaal gek. Een van de video's is, het is een hele bekende, collateral video. WikiLeaks. Oh, waar ze met die helikopter aan het schieten zijn. Ja. Collateral murder. Dit is de video. Short version. Oh, hij is wel heel lang, maar ja. Oh ja, nee, wat er eerst gebeurde is een korte video van deze video. Korte stukje van deze video lekte uit. Dit is een video van een helikopter die op mensen schiet. Korte stukje lekte uit. WikiLeaks zei van, dit is Amerikaanse leger die schiet op burgers. Amerikaanse leger zei toen, dat is helemaal niet waar. Er was op dit moment een gevecht aanwezig. Dus daarom werd er geschoten. En vervolgens bracht WikiLeaks de hele video uit. En in de hele video zie je dan, basically, dat een helikopterpiloot, die volgt een paar mannen en kinderen. Die lopen. En kijk, deze hebben zo'n schouderding. En hij zegt, dit zijn twee Reuters journalisten. Journalisten die meelopen en dit zijn gewoon burgers. En hun hebben een camera om hun arm. Die helikopterpiloot zegt, ja, volgens mij hebben ze wapens. Kijk, that's a weapon. Het zijn gewoon camera's. Hij zegt, meerdere individuen met wapens. Hij heeft ook een wapen. Niemand had daar een wapen. Gewoon niet waar. Hoezo? Wat een van die achterste heeft lijkt wel op een wapen. Welke? Met die streepjes shirt. Hij? Die nu zijn rug... Ja, hij. Je zag net iets slingeren, zeg maar. Ja, ik weet het niet. Nee, maar ik vind het altijd een beetje simplistisch. Dat, zeg maar, dan wordt over dit soort video's... He's got an RPG, zegt hij. Hij heeft geen RPG. Hij heeft gewoon een camera met een lens in zijn hand. Maak je zin af? Nou, ik vind dat altijd een beetje simplistisch. Want wij zitten hier te kijken. Maar op het moment dat hij daadwerkelijk wel een RPG in zijn handen heeft. Dan ja. kan dat gewoon de dood van die twee piloten betekenen. Dus die hebben hele andere overwegingen dan wij. Ja, en wat ik keer op keer uit die video's zie terugkomen. Is dat er... Dus wel gewoon, er zijn wel protocollen die worden gevolgd om ergens nog te kunnen bepalen van, is het een dreiging of niet?
Ja, en dat was hier het probleem. Je zag kinderen en je zag camera's. Natuurlijk kan je op die camera niet het onderscheid maken tussen een camera en een wapen. Maar als je weet dat er de mogelijkheid is dat je een camera voor een wapen kan misteken, dan moet je daar wel zekerder van zijn. En nu is het protocol eigenlijk gewoon dat die helikopterpiloot zegt van ik zie wapens. En dan vraagt hij aan Base om confirmatie. En Base zegt dan van oké, je mag schieten. En dan schiet ze. Hij zegt hier ergens ook van kom op, ik wil echt schieten. Geef me confirmation en dan schiet hij, zeg maar. En ja, meerdere kinderen, twee Reuters journalisten gaan dood en dit ging toen de wereld over, zeg maar. Ja, maar dit vind ik niet eens heel schokkend. Ja, dit is niet zo schokkend. Dit is een normale oorlogssituatie. Ja, precies. Dit is niet zo schokkend. Alleen hier hadden ze dus videomateriaal van. Alleen het was van, oké, de Amerikaanse overheid had gelogen. En het bleek wel war crimes te zijn, als het ware. Maar in de documenten stonden nog hele andere dingen, zoals dat hele families werden geëxecuteerd van mensen. Inclusief kinderen en vrouwen werden geëxecuteerd. Het bekende bruiloft, die werd gebombed. Dat stond er allemaal in. Maar het zijn 700.000 documenten. En los van dat je vuile was buiten staat, staat daarin ook jouw hele militaire strategie, als het ware. Dus dat is echt een blunder als land. Maar dan moet je alles met alles opnieuw beginnen. En dat was de periode dat de Amerikaanse overheid dus een oogje ging houden op Julian Assange. Op dat moment woonde hij in Londen. En wat er dus gebeurde is dat Amerika wilde hem hebben, maar ze kunnen hem niet met iets aanklagen. Want eigenlijk heeft hij helemaal niks gedaan. Hij heeft gewoon dingen gepubliceerd. Hij heeft het niet zelf gelekt, als het ware. Nee, maar het is wel zo dat op het moment, je hebt verschillende klassificatieniveaus, ook in het bedrijfsleven. Ja, informatie moet gelabeld worden, zo noemen ze dat. Ja, ze willen hem pakken op de Espionage Act. En de Espionage Act komt echt uit de tijd van de oorlog. Maar daar kom ik straks wel. Maar uiteindelijk wat er dus gebeurde, ze konden niet echt iets vinden om hem op te pakken. Dus opeens komt er een aanklacht vanuit Zweden dat twee vrouwen die verkrachtingszaak. Ja, dat ze verkracht zijn door hem. Hij vertrouwt het niet, hij vertrouwt het helemaal niet. En wat doet hij? Hij kleurt zijn haar. Hij doet oogcontactlens in, want de politie stond letterlijk op de uitkijk overal. Hij doet kleurcontactlens in, hij koopt een motorhelm. En hij gaat op een motor naar het Ecuadoriaanse consulaat in Londen. En dan gaat hij dan in. En zodra hij in het consulaat is, is hij op Ecuadoriaans grondgebied. En dan kan de politie hem niet pakken. Ze hebben hem asiel gegeven. Ja, ze hebben hem asiel gegeven. 7 jaar lang heeft hij gewoond in het consulaat. In een kamer zonder ramen. Er zijn beelden van hem van de beveiligingskamer dat hij op een skateboard zit te rijden door de gangen. Maar in die hele periode raakt hij dus steeds meer dissocialized, als het ware. En er gebeuren meerdere dingen. Dus uiteindelijk, hij haatte Hillary Clinton heel erg. Want Hillary Clinton had er ooit voor gezorgd dat zijn onderzoeksteam geen geld kon krijgen en weet ik veel wat allemaal. En Hillary Clinton had ook gezegd dat hij gewoon een landverrader was. En dat Hillary Clinton zei, er zijn periodes in de geschiedenis van Amerika geweest waarbij vuile was naar buiten kwam, omdat er daadwerkelijk erge dingen waren gedaan. En dit was niet een van die keren. Dus hij werd dan neergezet als soort van landverrader en weet ik veel wat allemaal. En toen gebeurde er iets merkwaardigs tijdens de verkiezingen van Hillary Clinton en Donald Trump. Namelijk dat vlak voor de verkiezingen lekte Hillary Clinton's e-mails uit op WikiLeaks. En niet in één keer, maar elke dag werd er steeds meer, werd er een deel vrijgegeven, zeg maar. En dat is echt een goede manier om de aandacht op iets te houden, als het ware. En later is men erachter gekomen dat die e-mails gewoon door een Russische veiligheidsdienst aan Julian Assange werd geleverd. Heel veel mensen denken dat dat het verschil heeft gemaakt, dat Trump daarom heeft gewonnen. Trump hield op dat moment enorm veel van WikiLeaks. Er zijn heel veel fragmenten dat Trump zegt van we love WikiLeaks en weet ik veel wat allemaal. Dus wat gebeurt er? In 2013 ik weet niet wanneer het was, lekt hij de CIA's iets notebook van de cybersecurity notebook van de CIA. Ontzettend veel documenten over hoe de CIA andere landen hackt en binnenkomt en informatie verzamelt en weet ik veel wat. En als dat uitlekt, dan kun je geen van die methodes meer gebruiken. Dus dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Dus nu is de CIA ook boos. En nu mag Trump hem ook niet meer. Dus Trump zegt in volgende interviews van ja, ik weet helemaal niks over WikiLeaks. Ik weet daar helemaal niks over en weet ik veel wat allemaal. Dus uiteindelijk brengt hij steeds de waarheid naar buiten. En dan zijn er steeds groepen die hem steunen omdat de waarheid hun niet raakt.
En maar zodra de volgende keer de waarheid hun raakt, dan steunen ze hem niet meer. Dus wat gebeurt er? Er komt een nieuwe president van Ecuador. En die nieuwe president van Ecuador, zijn leven was deels verwoest, omdat hij ook in een van de leaks zat van Julian Assange. Zijn corruptie werd duidelijk gemaakt door Julian Assange. Dus hij zei ook van, ja, kijk, jij bent gewoon een rat, dus jij mag niet meer in het Ecuadoriaanse consulaat blijven. Ze hebben zijn asiel ingetrokken. Ja, toen hebben ze zijn asiel ingetrokken. En toen is hij eruit gekikt. En toen is hij gearresteerd. En sinds die tijd zit hij in een cel in Londen. Zit hij zijn mogelijke extraditie te wachten naar Amerika. Maar het hele punt waar heel veel mensen dus problemen mee hebben bij Julian Assange is dat zij willen hem pakken op een paar punten. Hacking sowieso, want ze geloven dat hij samen met Chelsea Manning heeft geholpen om die documenten te hacken. Maar dat is allemaal niet zo erg, daarvoor moet je maar 5 jaar zitten of zo. Ja. Maar het hele deel van de Espionage Act, daarop zeggen ze eigenlijk tegen hem van, kijk, jij hebt die informatie niet zelf gelekt, je hebt het niet zelf gehackt en weet ik veel, maar je hebt het gepubliceerd. En dat publiceren zien ze als espionage. Maar als hij daarvoor daadwerkelijk veroordeeld zou zijn, dan zou dat echt een probleem zijn voor de journalistiek. Want dat is exact wat de journalistiek doet. Het is dat jij een bron krijgt. Jij krijgt informatie die heel vaak onethisch is verkregen of illegaal is verkregen, krijg jij. En jouw bronnen hoef je nooit duidelijk te maken. Je moet ze altijd beschermen en weet ik veel wat. En die mag je dan gewoon publiceren. Je mag nooit een journalist voor spionage aanklagen of whatever. Dus daarom hebben heel veel mensen kritiek daarop. Maar het is het enige wat de Amerikaanse overheid heeft kunnen bedenken om hem de cel in te krijgen, als het ware. En verkrachting, toch? Ja, en dat verkrachting. Die verkrachting charges zijn later, in 2017 hebben ze die laten vallen. Dus dat loopt al niet meer. Ik weet niet of dat echt is of niet. In zo'n situatie is het heel moeilijk om dat te beoordelen. Maar die zijn in ieder geval in 2017 laten vallen. En de kans is groot dat hij binnenkort uitgeleverd gaat worden aan Amerika. Maar krijgt hij doodstraf of? Nee. Eerst was er wel de mogelijkheid dat hij de doodstraf zou krijgen. Toen ging Amnesty International helemaal van, nee, hij moet niet de doodstraf krijgen. Want dat is vaak wel een straf voor landverraders. Maar in principe heeft hij weinig misgedaan. Verder is het wel zo, kijk, je kan Julian Assange dan als held zien. Maar Julian Assange heeft ook heel vaak duidelijk gemaakt dat hij gewoon een politieke voorkeur heeft. Links of rechts? Ja, hij is heel rechts. Hij heeft weinig dingen vrijgemaakt over Rusland, bijvoorbeeld. Hij heeft zelfs een show gehad op Russia Today, wat toch wel het grootste propagandakanaal van Rusland is. En hij laat altijd een bias zien in de informatie die hij uitbrengt, zeg maar. Hij had ooit gezegd van, oh, ik heb allemaal informatie over Rusland en weet ik veel wat. En toen heeft Rusland hem allemaal voordelen geboden, zoals zijn eigen show. Dus hij is rechts, maar rechts houdt niet van hem. Trump. Niemand houdt van hem, want uiteindelijk heb je, kijk, als je gaat dealen in vuil. Iedereen heeft vuil. Alle landen, alle wereldleiders. Maar waarom expost hij dan ook vuil van rechtse alle mensen? Alle politici. Ja, omdat, want hij is eigenlijk heen en weer gegooid door, ik weet niet of hij in het begin ook rechts was. Waarschijnlijk was hij in het begin wel links. Maar ja, want hackers zijn over het algemeen wel links. Maar je wordt gewoon, hij is eerst uitgekoud door Hillary Clinton. Dus dan hou je niet meer van links, maar dan ben je voor Trump. Eerst was hij in het begin ook voor Trump. En toen heeft Trump ook gewoon schande bezorgd door die CIA dingen te lekken. Toen mocht Trump hem ook niet meer. Toen ging hij naar Rusland en weet ik veel wat allemaal. Dus ja. Aan wie hij loyaal is Rusland. Ja, ik weet ook niet of het per se is omdat hij er loyaal aan is. Maar misschien is dat gewoon de enige die hem iets kan bieden. Ja. Ja, die hem iets kan bieden op het gebied. Ik bedoel, Edward Snowden heeft het uiteindelijk ook moeten doen. Maar ja, het is niet iemand die zeg maar helemaal neutraal is en dan elke vuil op met dezelfde reden wilt exposen in het daglicht. Ja, maar hij is gewoon een landverrader. Ja, ik vind van niet. Kijk, waarom? Omdat er is een verschil. Nou, ik ben het wel eens met het argument van Hillary Clinton. Er is een verschil tussen een schandaal openbaren en letterlijk de hele militaire strategie van je land aan de wereld geven. Waarmee geheime agenten in gevaar worden gebracht, soms zelfs met hun leven. Waarmee de tactische zwaktes in de militaire organisatie worden geopenbaard. Hij had ooit in een die documentaire van Irak stond er een lijst met de locaties en adressen van alle overgebleven Joden in Irak. Dus de overgebleven Joden in Irak, die leven in fucking angst omdat ze dood kunnen gemaakt worden. En tussen de documenten die hij had gelekt, zaten gewoon al hun adressen, al hun locaties en zo.
Ja, maar waarom, dus waarom lekt hij dat? Dat heeft verder geen journalisten doen dat niet, inderdaad. Nee, dat heeft verder geen journalistieke waarde. En, ja. En zelfs stel, er komt nu een journalist. Die schrijft een artikel. Die zegt, luister, ik heb verschoningsrecht van mijn bronnen. Ja. Geef ze bronnen niet prijs. Op een gegeven moment... stel, de toeslagenschandaal, we maken het even een beetje simpel. Deze journalist die zegt, gebeurt dit, ik heb bronnen die weten dat deze praktijken plaatsvinden via de belastingdienst. Hij openbaart die bronnen niet. Maar hij heeft een bepaalde betrouwbaarheid als journalist. Dan gaan we erover praten. Er komt een parlementaire enquête. Dan komen diezelfde bronnen die hij heeft gebruikt, die komen dan voor een commissie en zijn verplicht daar te antwoorden. Ja. Zeg maar, dat is een normale democratische procedure. Het zomaar carte blanche lekken van documenten. Dat is geen journalistiek. Is geen onderdeel van het democratische proces. Het is echt zo'n soort van radicale eerlijkheid willen, maar dat werkt gewoon niet. Het is een te simplistische kijk op het lekken van informatie. Ja, we willen ook geen radicale eerlijkheid. Wij willen echt niet dat de geheime sleutels van de AIVD die ze gebruiken om hun servers te beveiligen, publieke informatie zijn. Want het zijn niet voor niets geheime sleutels. Ja. Dat is ook het grootste kritiekpunt dat hij altijd heeft gehad. Dat hij gewoon zonder te filteren alles ging publiceren altijd. En dat is gewoon dom. Het is gewoon, kijk, als hij het besloten hield en het dan deelde met alle grote journalistieke platformen in de wereld. En het dan samen, want dat werd in het begin wel gedaan. Dan gingen ze er samen onderzoek naar doen en dan brachten ze artikelen naar buiten. Maar je moet niet iedereen toegang geven tot die informatie. Inclusief de vijand van je natie, weet je. Dat is gewoon heel raar. Dus jullie zijn het erover eens dat het een landverrader is? Ja, ik zou hem geen landverrader noemen. Ik begrijp waar hij vandaan komt. Maar, nee, maar wat valt er aan te begrijpen? Wat, kijk, zeg maar... Zelfs dat filmpje wat je net zag, dat vind ik niet een schandaal. Ja, dat soort dingen gebeuren in de chaos van oorlog. Ja. Zeg maar. En dat is naar. En daarom vinden we oorlog naar, zeg maar. Er is een reden waarom we oorlog naar vinden. Ja, maar het probleem daar was dat het daadwerkelijke... Want Amerika zei altijd, we houden niet bij hoeveel civilian casualties er vallen. Dus er werden schattingen gemaakt door aan de hand van berekeningen. En toen vonden ze documenten dat Amerika letterlijk bijhield hoeveel civilian casualties er vielen. En het waren er veel meer dan mensen dachten en zo. Maar uiteindelijk gaan die video's en zo viral. Terwijl het juist om van, oh ja, de overheid heeft hier gelogen en daar gelogen en daar gelogen. En ergens vind ik dat wel handig voor... Zeker. Voor de geschiedenis, weet je. Want we gaan Wikipedia-pagina's schrijven, encyclopedieën, boeken schrijven en zo. En daar moet wel correcte informatie in zitten. Dus het moet ooit boven water komen. Zeker, daar ben ik het mee eens. Maar zelfs dan is het een detail. Ja. Kijk, het is heel naar voor die mensen. En elk individueel geval is een drama. Mm-hmm. Maar dat burgers doodgaan, dat is een bijkomstigheid in oorlog. Dat is niet bijzonder. Ja, dat de ene partij liegt over hoeveel burgerslachtoffers ze maken. Dat ze de burgerslachtoffers lager maken. Het slachtoffer bij de vijand groter maken. Ja. En de eigen doden lager maken. Ja, dat zijn allemaal verwachtingen. Dat is letterlijk wat bij iedere oorlog altijd overal is gebeurd. En op zich heb je systemen van... Amerika heeft dat bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe breed dat reikt, maar daar declassifyen ze... alles na een bepaalde tijdspanne, zodat het toch in de geschiedenis terecht kan komen, de waarheid als het ware. Dus dat is daar wel een systeem voor. Maar ja, als hij het beter had aangepakt, dat het met een team gefilterd wordt en er worden alleen maar echte schendingen, zeg maar, van rechten worden naar buiten gehaald. Dan, kijk, bijvoorbeeld dat ze naar buiten brengen dat Amerika... zijn bondgenoten bespioneerd. En hoe? Dat is gewoon... Ik wil dat liever wel weten. En ik wil ook dat Nederland dat liever wel weet. Ja, oké, dat is in ons belang. Ja, in ons belang. Ja. Maar al die andere informatie... Het klinkt gewoon... Ja, 700.000 documenten publiceren is gewoon nooit slim. En is gewoon nooit slim. Kijk, is er iets wezenlijks wat hij heeft geopenbaard? Wat echt wezenlijk was? Van de orde van Abu Ghraib of zo? Even kijken. Niet iets waar we een keer 2 weken een politieke discussie over... Oh, wat naar dat de Verenigde Staten ons bespioneren. Ja, doen wij ook bij hun. Je hebt echt een hele lange lijst, maar ik weet niet welke de beste is. Ze zijn begonnen met Apparent Somali Assassination Order. Daarna Daniel Arakan. Wacht even, cool, ga even in door. Iemand laten vermoorden is in de internationale politiek triviaal. Is corruptie, by Sheikh. Triviaal.
Daniel Arap Moy, Family Corruption. Oh ja, een Aziatische familie is corrupt. Oh nee, Keniaans. Kamp Delta, weet ik veel wat. Dat is een beetje goede tijden, slechte tijden Afrika-editie, zeg maar. Killings by Kenyan Police. Sarah Palin's Yahoo email. Oh ja, Sarah Palin, jezus, dat is lang geleden. Scientology, Tibetan Descent in China. Peru Oil Scandal. Confidential Donor. NATO's Master Narrative for Afghanistan. Even kijken, 2010 begon het echt spannend te worden. Baghdad Airstrike Video, Afghan War Diary, Iraq War Logs, Guantanamo Bay Files, dat was er. Maar wacht even, wisten we toen al niet wat daar gebeurde? Dat weet ik niet. We kunnen kijken wat er toen is openbaard. De interviews... Media reports on the documents note that more than 150 innocent Afghans and Pakistanis, including farmers, chefs and drivers, were held for years without charges. The documents also reveal that some of the prison's youngest and oldest detainees, who include Mohammed Sadiq, an 89-year-old man, and Naqib Ula, a 14-year-old boy, suffered from fragile mental and physical conditions. Ja, nou, dat vooral, denk ik. Maar ja, kijk, dit gaat dan in samenwerking met de New York Times en de Guardian en weet ik wat. En dat is uiteindelijk hoe het hoort. Het hoort niet publiekelijk. Die informatie hoort toegankelijk te zijn voor alle journalisten, maar niet publiekelijk voor iedereen. Dat is gewoon het grote probleem. Syria, Spy Files, Sony, Trident Nuclear Weapons System. Maar jij vindt dus zijn werk niet van meerwaarde? Nou, kijk, ik vind dit allemaal... Kijk, deze hele lijst wat we nu... hebben doorgescrolld, is letterlijk open deur. Mm-hmm. Dit is letterlijk hoe internationale betrekkingen functioneert. Ze spioneren op elkaar. Ze verhullen het doden van mensen. Maar wat is zijn doel geweest? Er zijn seksschandalen, gewoon, chantages. Informatie daar hebben gewoon... Ja, zijn doel was gewoon een platform hebben waar mensen anoniem... gelekte informatie kunnen uploaden. Ik denk dat gewoon maar gewoon voor een betere wereld of zo. Ja. Ja, kijk, vanuit de hackers... in de hacker community draait alles echt om... alles is open source... alle informatie moet toegankelijk zijn voor iedereen. En weet ik veel. Dat was echt de hackers droom van de 90's, zeg maar. Ja. Dat was echt het idee. Alle informatie moet voor iedereen... dat is gewoon het beste wat er kan zijn. Iedereen heeft toegang tot alles. Maar ja, en daar kan je dan heel radicaal in zijn zonder na te denken over de eventuele consequenties. En dat is hij gewoon, denk ik. En met de tijd heeft hij wel echt een politiek smaakje gekregen waarbij je echt een bias zag in die leaks. Maar ja, ik denk dat heel veel landen er iets aan hebben gehad, maar de ik bedoel niet dat het allemaal non-issues zijn. En dat dit allemaal wel dingen zijn die diplomatiek zijn afgehandeld. Maar het zijn geen grote, voor zover ik het nu heb gezien, geen grote structurele schandalen, zeg maar. Ja. Van de orde toeslagenaffaire of zo. Van de orde Abu Ghraib. Dat soort dingen, zeg maar. Ja. Hele ernstige dingen. Ja. Keniaanse politie schiet mensen dood en stopt het in de doofpot. Ja, wat verwacht je in Kenia? Ja. Alsof we zonder WikiLeaks niet wisten dat dat soort dingen in dat soort landen gebeuren. Ja, je krijgt een confirmatie van de dingen waarvan je al weet dat ze gebeuren. Dat Amerika de hele wereld bespioneert, wisten we ook al in principe. Turkish AK Party e-mails zijn ook gelekt, blijkbaar. Oh. En dat kwam eruit. Ja, stond er iets interessants in? Nee, er staat dat... iets met spam of zo. Fisher said WikiLeaks had told her that the emails were all spam and crap. Oh. Ja, 294.000 e-mails. Ja, maar ja, de meeste e-mails zijn ook echt onzin. Yemen files. Maar hoe kan hij dit allemaal hacken? Hij hackt het niet. Andere mensen... Kijk, stel je voor, jij werkt bij de gemeente en jij ziet dat de toeslagenaffaire gebeurt. Dan download je alle files en dan breng je het naar WikiLeaks. Ga je daar uploaden en dan publiceer zij het gewoon. Oh ja, en dan zijn zij verantwoordelijk, als het ware. Dan ben jij gewoon anoniem. Dus dat en niemand, is... niemand heeft kunnen natracken wie het heeft geleakt, bijvoorbeeld. Oh, die Irak en Afghanistan ding, dat waren Chelsea Manning. Dat is een transvrouw die het destijds had gelekt. Mm. Want die zag gewoon al die dingen en die kon het niet verdragen en die heeft het toen gelekt. Omdat ze vond dat de wereld dit moest weten. En zij heeft ook gewoon een celstraf uitgezeten, volgens mij. Ik weet niet of ze al vrij is. Al die linkse wappies dachten dat Biden hem ging pardonen. Mm. Ja, het is vaak gebeurd dat... want sowieso had Obama een beetje gas teruggedaan op zijn extradition.
En daarna Trump eigenlijk ook. Maar zodra hij de CIA Vault 7 had gelekt, zeg maar, met de CIA's een cybercrime strategie, was gewoon de hele Amerikaanse overheid. Want dat is ook het mooie, hè? Dan zijn er van die mensen die dan voor WikiLeaks zijn, omdat hun goed uitkomt. En dan is het van, ja de informatie moet in het zonlicht. En weet ik veel wat, zonlicht steriliseert goed. En weet ik veel wat allemaal, maar van die dingen. En dan zodra hun vuile was buiten komt, dan is het van, nee, terrorist. <Ja. laughs> iedereen wil vrijheid van meningsuiting en al die dingen, zolang het niet hun informatie is die naar buiten komt. Oké, nou, ben benieuwd. Maar dit is dus een aanval op de journalistiek, of niet? Ja, als ze, afhankelijk van hoe ze hem gaan veroordelen, als ze het gaan doen op dat het publiceren van gelekte informatie valt onder de Espionage Act, ja, dan breng je eigenlijk gewoon wel... Ik denk niet dat de Amerika journalist gaat opsluiten, maar dan heb je wel een president van... Een president van... Ja. Een wettelijk voorbeeld van hoe zo'n case is verlopen, zeg maar. Heb je de rode nog? Even kijken wat een leuk onderwerp is nog voor deze podcast. Hebben jullie ooit die tweet meegekregen van Abdelkader Ben Ali over Joden? Wat heeft hij gezegd? Ik weet niet eens wie dat is. We kunnen het even opzoeken. Dat is een schrijver, Marokkaanse schrijver. Hij was trouwens ook tegen mij toen met mijn boek, maar goed, dat terbuiten. Hij heeft ooit een tweet gestuurd over, geschreven over Joden in Antwerpen. En in die tweet stond volgens mij, ja, heb je het gevonden? In ieder geval stond er van, ja, in Antwerpen zijn overal Joden. Ik zie alleen maar Joden. En het lijkt hier wel Jodenland of zo, zoiets. Uitspraak in 2006? Oh, ja, precies. Noem de uitspraak in 2006 achteraf gezien misplaatst. Ik zei het in een dronken bui. Het was zwarte humor, ironie en matigheid. Jemig, daar lijkt het vol te zitten met Joden, zei Ben Ali volgens het Donbass over Amsterdam-Zuid. Want het vervelendste is, er zijn zoveel Joden. Amsterdamse Joden. Je voelt je als Marokkaan nauwelijks op je gemak. Het lijkt Israël wel. Heel irritant allemaal, zoveel Joden. Dat voelt gewoon gek aan. Ja. Hij was dus na deze uitspraak ook nog eens gevraagd voor de 4 mei-lezing. Nou, toen uiteindelijk was er ophef over en is hij toen gecanceld. Maar wat vinden jullie van deze uitspraak? Ja, hij heeft hem in 2006 gedaan, dus ik vind het een beetje raar om. Nou ja, toen was hij ook al best oud. Ja. Het is best wel een oude man. Wacht even, we zeiden nou dat hij tegen jou in je boek was. Ja. Hoe was hij tegen dan? Hij had er allemaal tweets over dat het ongeloofwaardig is en... Dat het heel slecht geschreven is. Dat hij tenen krommend vond. Dat kan een kwestie van smaak zijn. Maar ja, dat het heel overdreven is. Dat het helemaal geen goed beeld geeft. Van deze man is letterlijk ooit bij Pauw en Witteman gaan zitten. Om te vertellen hoe vreselijk de moskeelessen wel niet waren. Oh, dat heb ik dan gemist. Echt jaren geleden. Tegenwoordig is hij juist heel erg pro-islam. Dan zit 2006 hij bij... of 7, 8. Die ja, maar periode. Nu zit hij altijd op tv om te zeggen dat alles voor moslims beledigend is en zo. Ja, dat gebeurt als je ouder wordt. Ja, dat net als die laatste domme column van hem. Maar ik wilde dus dit verbinden aan Tofik Dibi, want die is nu deze week in de ophef over. Want er was een februari staking herdenking in Amsterdam. En dat heeft iets te maken met Joden, ik weet het niet precies. Maar Tofik Dibi die kwam op Twitter het idee opperen om precies op die dag, op die plek, waar de februari-staking herdenking is, tegen Israël te demonstreren. Waar de februari-staking is? Wordt herdenkt, ja. Wordt herdenkt? Het is toch iets wat herdenkt wordt? Of niet? Jawel, ja, februari-staking is toch een staking die de Nederlanders gingen organiseren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die door communisten en zo was begonnen. Wordt herdenkt. Oh, herdacht. Oh. Ik denk, wat zegt hij? Herdacht. Ook goed. Kan deze aanval op onze glorieuze taal niet tolereren? Nee, maar herdenken. Wat is herdenken in de tegenwoordige tijd? Hij herdenkt. Ik herdenk. Jij herdenkt. Ja. Hij herdenkt. Het wordt... Oh ja, het wordt herdacht. Ja, dan is het Hij schreef van zichzelf. Hij retweette een bericht van activist Sabine
Scharwachter. Ja, dat is ook echt... Die is fucking koekoek. Volg haar alsjeblieft op LinkedIn. Zij is gewoon de koekoek der koekoek. Ja, zij is van GroenLinks. Waarin ze opriep om de verschillende februari-herdenkingen aan te grijpen... om het Palestijns verzet te steunen. Daarbij deelde ze een poster met daarop de tekst Intifada ontwaakt. Scharwachter vindt het onbegrijpelijk dat de herdenking in de US is afgeblazen. Reageerde ze later op X. Oké. Nou, hier was dus een ophef over... Of, want Tofik Dibi die heeft nog een bepaalde functie in de gemeente. Hij is ambtenaar. Ja, en dat hij had dit dan geretweet. En mensen vonden dat jodenhaat of zo. Ja. Het is vooral een vraag aan jou. Of ik dat jodenhaat vind. Mm-hmm. Of je vindt dat een ambtenaar dit mag retweeten. Nou ja, wat ik daarover vind, doet niet zoveel ter zake. Want dit is gewoon een gedragscode voor ambtenaren. Die heb ik ook moeten ondertekenen. Toen ik voor het ministerie ging werken. Mm-hmm. Ik weet niet wat erin staat, want ik heb hem niet gelezen. Maar ik begrijp dat er wel iets in staat over politieke uitlatingen. Mm-hmm. En dat dat voor ambtenaren niet is toegestaan. En je kan je daarbij niet op de vrijheid van menings... uiting beroepen, want je hebt daar vrijwillig door bij als ambtenaar te gaan werken, heb jij vrijwillig afstand genomen van dat stukje van de vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. En ik irriteer me daar altijd, of ik erger me daar altijd zo aan mensen die roepen dan vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, terwijl ze letterlijk geen enkel besef hebben hoe de rechter toetst of een bepaalde handeling onder de bescherming van de vrijheid van meningsuiting valt. Mm. Of de vrijheid van religie. Net zoals die hoofddoekchickies, die zeggen altijd ja, mijn vrijheid van religie, dit en dat. En dan vragen ze nou, oké, vertel eens over de brontekst van jouw religie die zeggen dat je een hoofddoek moet dragen. Dan willen ze dat niet vertellen van ja, nee, ik beleef mijn geloof gewoon zo en ik kom dichter bij God. Maar dat is niet hoe het werkt. Zeg maar, als een handeling onder de bescherming van, nou ja, in dit geval de vrijheid van religie valt, dan toetst de rechter of het aannemelijk is dat jouw religie een religie is, een godsdienst, en twee, of de handeling onder de bescherming van de godsdienstvrijheid valt. Mm-hmm. Het vrijheid van meningsuiting, idem dito. Dus ja. Kijk, als ik ergens ga werken en er staat in de gedragscode dat ik me niet politiek mag uitlaten op social media, indien er een verband tussen mij en mijn werkgever of opdrachtgever gelegd kan worden. Dus helemaal geen ongebruikelijke clausule. Mm-hmm. Dan ga je er gewoon mee akkoord dat je contract kan worden ontbonden als je daar te bond in maakt. Dus nee, dat stukje dat hij een ambtenaar is, ja, dat is gewoon de gedragscode. En ja, zoals ik zei, ik heb hem niet gelezen, dus ik weet niet hoe zijn uitlatingen zich verhouden tot die gedragscode. Maar ja, als hij strijdig handelt met die gedragscode, dan kunnen daar consequenties op zitten. Maar om dit te organiseren op, zeg maar, de februari-staking is natuurlijk wel heel erg smakeloos. Ja. Oké, nou, dat was dat. Ga ik even. Zijn verklaring was... Wat betreft de februari-staking ook in het teken stellen van mogelijke genocide in Gaza. Ik lees de poster als oproep om het verzet in 1941 te gebruiken als inspiratie voor het verzet nu. Voor me, myself en I is het geen kritiek op het comité vanwege negeren Gaza of zo. Verder vind ik het hartverwarmend dat die poster ervoor heeft gezorgd dat rechtse rakkers zijn getransformeerd in hoeders van oud-linkse verzetsidealen. Sure, de rakkers vinden altijd wel de reden. Maar dit was dus de poster. Resistance is justified when people are occupied. Staak, staak, staakt. Februari intifada ontwaakt. Wat betekent intifada eigenlijk? Opreizing of zo, volgens mij. Opstand, zoiets. Ja. Oké. Nou, is dit een provocerende poster? Nee. Ja. Denk het niet, hè? Nee, maar kijk, dit is ook iets van fatsoen. Een herdenking verstoren is niet fatsoenlijk. Ja, precies. Ja. Ik bedoel, waarom doen ze het dan niet tijdens de 4 mei herdenking? Ja, die is ook bijna. Dan gaan ze het ook doen. Gaan ze het ook doen? Ja, denk het wel.
als die oorlog dan nog steeds duurt. Ik ben benieuwd of ze dat gaan doen, want dat is echt iets wat de meeste Nederlanders niet zullen tolereren, zeg maar. En dan bedoel ik niet, zeg maar, even ergens in een anonieme trein, zeg maar, je niet aan de 2 minuten stil te houden, maar op de dam, op dat moment, de stilte doorbreken. Ik kan me wel voorstellen dat er een anti-Israël protest... Ik wil dat ze het doen. Als ze echt zo begaan zijn met Gaza en de aandacht willen, dan moeten ze het gewoon doen. Dan ga jij op 4 mei, hoe laat is het ook weer? 8 uur, toch? Mm-hmm. Om 8 uur op de dam, zeg maar, en precies, zeg maar, waar alle camera's staan, kom je daar protesteren. Precies. Ja. Eurovisie Songfestival heeft Israël niet geboycott. En ze doen gewoon mee. Dus mensen roepen nu op Instagram. Waarom doet Israël mee met Eurovisie Songfestival? Het is toch niet voor alleen EU? Het is toch gewoon, ja, maar waarom noemen ze het dan Eurovision? Echt raar, eigenlijk. Nee, maar er doen wel meer Soefi-landen mee. Ja, Georgië. Volgens mij deed Turkije toch ook altijd mee. Ja, want Turkije zou je nog wel Europees kunnen noemen, maar Israël, dat ligt wel echt ver van... eigenlijk ligt het wel ongeveer even ver als Turkije. Ja. Ze zien het gewoon als een westers land, denk ik. Ja. Maar mensen nu roepen op om hun te boycotten. Maar waarom zouden ze moeten boycotten? Hebben ze zich niet aan de acceptatievoorwaarden voor het Eurovisie Songfestival gehouden? Nee, zeggen dat het een... Nee, maar ik bedoel, het kan toch een hele kwalitatieve boycott zijn dat Israël denkt van shit, nu mogen we niet zingen op het podium. Nou, dan houden we wel op met de oorlog. Ja. Ja. Echt een domme boycott. Van, ja. Nee, jullie mogen niet zingen op tv. Misschien gewoon symbolisch bedoeld. Vroeger was boycott echt van water of voedsel. Of nee, maar dit soort mensen, die hebben geen enkel benul hoe organisaties werken, hoe systemen werken. De Eurovisie is een organisatie. De FIFA is een organisatie. Nou. Die stellen reglementen op als je aan dit en dit en dit criteria... Voldoet, dan mag je meedoen. Ja. Staat er in die criteria, jij mag Gaza niet bombarderen, en ze doen het toch, ja, dan is het logisch dat ze niet mee mogen doen. Maar ik vind niet heel aannemelijk dat Eurovisie in de reglementen zal zetten, je mag Gaza niet bombarderen. Ja, precies. Nou, dan de hoofddoeken en de boa's. Even snel, zonder er te veel over uit te wijden. Het is nu volgens mij toegestaan in Amsterdam. Heb ik begrepen. Ja. Iedereen is boos op Halsema. Want aan de ene kant zegt ze dat ze progressief is. Mensen vroegen ook wat mijn mening hierover is. Je hebt er letterlijk een column over geschreven. Oh nee, die ging niet daarover. Nee, ik heb nooit iets over boa's en hoofddoeken geschreven. Dat was in mijn column. Ik vind dus echt gewoon nog steeds, ja, het is een onpopulaire mening. Maar dat je in een seculier land geen religieuze symbolen moet dragen bij... overheidsfuncties, zoals de politie, de rechterlijke macht en dus ook de boa's. Dat is altijd al mijn mening geweest en dat is het nog steeds. Maar ik vroeg me af hoe jij ernaar keek. Ik vind dat een boa geen hoofddoek mag dragen, omdat een hoofddoek een... een zwarte piet is. Een seksistisch symbool is. Ja, bij mij is het niet per se omdat het seksistisch is... maar gewoon religieus. Ja, dat vind ik ook. Maar dat is een aanvullend argument. Het is ook, het is en religieus en het is seksistisch. En ik vind dat je gewoon... Kijk, eerlijk, ik vind dat mensen die een hoofddoek dragen... zeg, ik hoop dat ze op een dag een keer terugkijken naar zichzelf... Net zoals al die mensen nu in hun fotoalbums terugkijken naar hoe ze Zwarte Piet waren. En er dan vervolgens bij zeggen, kun je voorstellen dat we dat ooit normaal vonden. Mm-hmm. Zeg maar. Ja. Want dat is het niet. Ja. Als je naar de herkomst kijkt, is het gewoon seksistisch. En dan kun je zeggen, oké, het is vrije keuze. Prima, maar als het een vrije keuze is, dan kun je geen aanspraak maken op godsdienstvrijheid. Dan doe jij ook gewoon je hoofddoek af onder werktijd. Ja, precies. Dat is ook mijn mening. Ik wilde de column van Halsema even lezen. Dat heeft niks met boa's te maken. Maar dat ging over dat zij zei... er is een nieuwe conservatieve wind op de scholen. Ja. Oh, ja. Kunnen we die even opzoeken? Oh. Ja. Oh, ik dacht, je hebt hem voor. Je gaat het voorlezen. Oh, nee. Halsema. Het is in de... Nee, het is geen column trouwens. Het is Volkskrant interview. Het is interview, ja. Is het betaald? Nee, gratis. Oké. Nou,
ik kan dit wel even snel voorlezen. Werken, dat vinden 19-jarige Samir niks voor vrouwen. Mannen hebben meer spieren. Ik heb toch ook spieren, reageert Femke Halsema. Nee, schudt Samir, dat vindt hij geen argument. Mannen zijn doorzetters. Een vrouwelijk mens moet bovendien vaker gerustgesteld worden. Het is een kille woensdag in december, buiten miezert het. Binnen zit Samir met zo'n 10 andere jongens in een grote kring in een lokaal van ROC Toplocatie Amsterdam-Noord. Een paar minuten geleden heeft Halsema zichzelf voorgesteld. Hallo, ik ben Femke en ik ben 57 jaar oud. En uitgelegd waarom ze hier is. De burgemeester van Amsterdam wil graag deze mbo'ers horen. Van deze mbo'ers horen waarmee ze worstelen, vooral op het gebied van seksualiteit. Ik vind het leuk om de jeugdcultuur beter te begrijpen, zegt ze tegen de groep. Kennen jullie bijvoorbeeld Andrew Tate? Ja, knikken de meesten. Dat is toch die kale influencer, vraagt een meisje. Dat is een heel wijze man, zegt de 16-jarige Max Halsema. Andrew Tate zegt dat mannen de baas zijn en vrouwen ondergeschikt zijn. Dat mannen vrouwen als bezit mogen behandelen. Daar ben ik het niet mee eens, reageert Samir. Vrouwen moet je niet denigrerend behandelen, vindt de mbo'er. Maar een man is wel de kapitein van het huis. Onbewogen hoort Halsema het aan. Het is niet de eerste keer dat ze zo'n groepsgesprek voert. Wacht even. Ik vind die kapitein van het schip, kapitein van het huis, vind ik altijd zo'n debiele vergelijking. Waarom? Omdat een huishouden is veel beter vergelijken met een bedrijf waarvan de aandeelhouders 50% van de aandelen hebben. Mm-hmm. Dat is een veel correcter vergelijking. Ja, want het is niet per se dat je iets bestuurt of zo. Ja. Bedoel je? Ja, precies. Onbewogen hoort Halsema het aan. Het is niet de eerste keer dat ze zo'n groepsgesprek voert. En het is ook niet de eerste keer dat ze zulke uitspraken hoort. Geregeld bezoekt ze een school. Afgelopen jaar schoof de Volkskrant 3 keer bij deze gesprekken aan om te horen wat de jongeren bezighoudt. Om te voorkomen dat zij zich geremd voelen om hun mening te uiten, is afgesproken dat de studenten niet herkenbaar in de krant komen. Hun namen zijn gefingeerd. Halsema maakt zich zorgen. Het is haast onvoorspelbaar wat er onder deze groep gebeurt. Ik heb het gevoel dat we qua emancipatie achteruit bewegen. Ik kom uit Enschede. Dat was begin jaren 80 een oase van emancipatie, maar de omgangsvormen waren wel beter. Oh, niet een oase. Ja. Je noemde een meisje geen hoer. Nu lijkt er geen remming meer te zijn als het gaat om onfatsoenlijke, intimiderende uitspraken. Bovendien spreek ik geregeld jongeren, vooral jongens die teruggrijpen op een archaïsch man-vrouw beeld. Dat komt in mijn ogen door onzekerheid. Kijk je naar het opleidingsniveau, dan zitten meisjes enorm in de lift. De jongens die achterblijven zijn onzeker over hun maatschappelijke en economische positie en welke vorm van mannelijkheid wordt gewaardeerd. Zo legde Mohammed, 17, op een school in Amsterdam-Oost Halsema in september uit dat mannen en vrouwen niet gelijk worden behandeld. Vrouwen worden voorgetrokken in strafprocessen bijvoorbeeld. Als zij iemand doodsteken, komen ze weg met zelfverdediging. Zijn 22-jarige klasgenoot Jason voegde daaraan toe dat vrouwen mannen soms zelfs naaien. Eerst doen ze gezellig, daarna zeggen ze dat ze zijn aangerand. Ze zijn uit op een schadevergoeding. Toen Halsema vervolgens uitlegde dat valse aangiften niet vaak voorkomen, keek een deel van de jongens bedenkelijk. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die verkracht of aangerand zijn, vaak juist geen aangifte doen, hield de burgemeester hun voor. Slachtoffers weten dat het een lastig te bewijzen delict is en dat een eventuele strafzaak een pijnlijk, langdurig proces is. Geloven jullie dit? MBO-student Delano erkende dat dit kan voorkomen, maar, voegde hij toe, er zijn sowieso vrouwen die een valse aangifte doen voor het geld. Ik denk dat het 50-50 is. Gebaseerd op? Niks. Aanleiding voor de schoolgesprekken was een onrust die Halsema bekroop nadat ze als burgemeester was aangetreden in 2018. We hadden al aandacht voor intimidatie op straat, maar dat is slechts een deel van het probleem. Ik hoorde veel verhalen waaruit bleek hoe kwetsbaar sommige jongeren nog altijd zijn. Bijvoorbeeld over een meisje dat een weinig verhullende foto naar een vriendje had gestuurd zonder hoofddoek. Hij had die foto vervolgens verspreid. Haar familie kwam erachter en in plaats van haar te steunen werd het meisje op straat gezet. Dit gebeurt niet alleen onder jongeren met een migratieachtergrond. Ik heb ook een gesprek gehad met een groep blonde meiden in Amsterdam-Zuid. Zij hadden eveneens voorbeelden van meiden van wie naaktfoto's ongewild zijn verspreid. Werden die ook op straat gezet? Of die ermee gechanteerd werden. Dat zegt ze niet. Nee, dat zegt ze niet. Uit een recent onderzoek Seks onder je 25ste van Rutgers en SOA AIDS Nederland bleek dat 1 op de 100 jongeren afgelopen half jaar meemaakte dat ongewild een naaktfoto of seksfilmpje van diegene werd verspreid. In diezelfde periode werd 4% van de meiden en 1% van de jongens gedwongen om een naaktfoto of een seksfilmpje van zichzelf naar een ander te sturen.
Volgens Halsema zijn het ontwikkelingen die nog veel te veel bedekt blijven. Sociale media, vooral TikTok, hebben veel invloed, maar die online wereld blijft vaak ontoegankelijk voor hulpverleners. Rijksambtenaren bijvoorbeeld mogen niet meer op TikTok. Datzelfde geldt voor ambtenaren die in veel gemeenten. Een groot nadeel van dit TikTok-verbod is dat leraren, beleidsmakers en politici de wereld van veel jongeren niet meer zien en niet zien hoe algoritmen werken. Dit beïnvloedt niet alleen onze tolerante cultuur, maar heeft ook politieke gevolgen. Tijdens de scholierenverkiezing was Forum voor Democratie plotseling populair. Daarvoor is een eenvoudige verklaring. Als je Andrew Tate aanklikt, kom je ook in de sfeer van Baudet terecht en word je daar naartoe geleid. Vooral meiden en LHBTI'ers kunnen enorm beschadigd worden door de conservatieve en extremistische cultuur. Volgens mij is hier voor trouwens geen enkel gedocumenteerd bewijs dat het zo is. Wat? Dat het via social media komt. Dat op het moment dat jij bijvoorbeeld laten we zeggen, centrumrechtse persoon aanklikt, dat je dan noodzakelijk zou eindigen bij Baudet. Of whatever extreemrechtsfiguur. Ja. Een deel van de jongeren die Halsema spreekt ziet het probleem niet zo. Zo zeggen meerdere jongens tijdens de gesprekken dat meiden geen naaktfoto's moeten sturen naar hun vriendje. Waarom? Het is riskant, zegt Waarom Samir. Waarom verpest jullie het voor ons? Even serieus. Lek gewoon die foto's niet en verpest het niet voor ons. Als je nee, ik vind dat ze gelijk hebben. Ik vind dat op het moment dat jij een foto verstuurt naar iemand, dan heb je al consent gegeven voor de verspreiding. Zelfs als die ander in goede trouw is. De meeste mensen weten absoluut niet hoe ze hun apparaat moeten beveiligen. Dus de kans is vrij groot dat als die telefoon wordt gestolen, dat jouw foto's er dan ook op... Oké, alle meiden, mijn apparaat is dan fucking goed beveiligd. Jullie kunnen al jullie naaktfoto's gewoon naar mij sturen. Het lekt gewoon nooit uit. Wij zijn IT-professionals. Al 20 jaar niks uitgelekt. Kan ik echt garanderen. Ik heb... ga ik dit zeggen? Nee, laat maar. Ik ga het niet zeggen. In ieder geval, ik vind niet dat je dat mag verspreiden. Weet ik niet. Ik stuur geen naaktfoto's in relaties. Echt? Jongen, ik heb fucking dat is archieven. Volgens ja. Ik heb echt ja, precies. Archieven. En stel dat hij nu met zijn vriendin uit elkaar gaat, dan... Ja. Ja, wat moet je... Ja, moet je dan in een relatie ook niet je vriend vertrouwen? Ik verwijder ze gewoon, weet je. Maar ja, dat ben ik. Je verwijdert ze? Ja, als het uitgaat met mijn vriendin, dan verwijder ik die foto's. Oh ja, ja, precies. Anders maar daar moet je ook maar op vertrouwen, weet je wel. Ja. Kijk, jouw vriend... Ja, jouw vriend... Ex-vriend. Hij verkoopt die foto's gewoon aan de Playboy. Ik bedoel, laten we wel wezen. Net nee, als met serieus. Pamela Anderson. Even serieus, wat zou er gebeuren als je naaktfoto's uitlekken? Ja, weet ik niet. Geen shit. Er zou niks gebeuren. Geen shit. Je moet juist denken van... Ik zou echt denken van, ja, oké, mijn naaktfoto's zijn uitgelekt. Ja, het is fucking hot en nu? Ja. Nee, maar kijk, we moeten gewoon met z'n allen niet zo preuts doen. Ja. Dan is er gewoon niks mis met naaktfoto's, want dan heeft iedereen zoiets van, ja, wat dan nog? Ja. Ja, een kut en dan? Ja, precies. Ja. Ja. Ja, gingen we daar maar zo mee om? Weet ik niet. Ik bedoel, dit is het land waar video's uitlekken dat mensen in elkaars mond pissen en zo. Je weet toch? Naaktfoto is echt niks vergeleken met... Ja, maar Patricia Pai in haar carrière is ook weg. Zij schuift toch nergens meer aan of zo? Maar ze schoof al nergens aan. Nee, ze was letterlijk al 78 of zo. Oké, even een ander De hoogtijdagen van Patricia Pai waren al lang voorbij. Nee, maar ze leeft toch nog? Dus zij zou toch nu ook gewoon bij RTL... En ze leeft goed. Ze doet wat ze leuk vindt. Dat zien we overduidelijk. Ik bedoel, Patty Bart zit er toch ook nog steeds op tv? Is toch ook 100? Ja. Maar goed, ik ga even verder. Een paar meiden in de groep knikken. Even kijken, nee. En als je ervoor kiest om een naaktfoto te sturen, is het je eigen schuld als iemand anders de foto verspreidt. Anderen in het lokaal van ROC Top vinden dat te ver gaan. Al vinden de meesten dat je geen naaktfoto's moet sturen, ook niet als je denkt dat je je vriend of vriendin kan vertrouwen. Joost, je kent nooit iemand door en door. En hebben jullie vrienden die gay zijn? Wil Halsema vervolgens weten. Een paar meiden in de groep knikken, maar Samir giechelt. Ik ben daar streng over, legt hij aan de burgemeester uit. Homo zijn zit in je hoofd. Hij wordt bijgevallen door Max. Ik ben het daarmee eens, dat is mijn mening. Samir vervolgt, je kan... Ja, dat ik ben er... Ja, Samir vervolgt, je kan niet zeggen dat je als homo bent geboren. Want dan zegt de volgende, ik ben als moordenaar geboren. En de ander zegt, ik ben als pedofiel geboren. Als je er eentje accepteert, accepteer je ze allemaal. Een gay doet jou toch geen kwaad?
riposteert Jennifer 16. Gay zijn is niet illegaal. Er is een groot verschil, valt Halsema haar bij. Als moordenaar en pedoseksueel beschadig je een ander. Dat is iets heel anders dan twee gays die zeggen we houden van elkaar en we willen samen vrijen. Samir laat zich niet overtuigen. Als ik een zoon krijg die zegt dat hij homo is, dan zet ik hem het huis uit. Niemand tijdens het groepsgesprek op deze ochtend komt ervoor uit dat hij of zij homoseksueel is. Al zou er statistisch gezien wel een enkeling in het ROC-lokaal dat moeten zijn. Halsema, tijdens al mijn gesprekken heeft één keer een jongen gezegd dat hij op jongens viel. Er ging een golf van gegiegel door de zaal. Ik vond het dapper, maar ik kreeg er ook buikpijn van. Zou hij er last van krijgen? Want een open gesprek over gender, seksualiteit, de relatie man-vrouw, gelijkheid en vrijheid wordt te weinig op scholen gevoerd. Dat vindt niet alleen Halsema, ook uit in februari gepubliceerd onderzoek van Rutgers SOA AIDS Nederland blijkt dat middelbare scholieren, mbo-studenten en docenten vinden dat er voor thema's zoals seksueel grensoverschrijding te weinig aandacht is. Halsema, scholen en docenten zijn overbelast. Daarnaast is het een heikel onderwerp geworden. Dat zie je ook bij de jaarlijkse week van de lentekriebels op lagere scholen, die in maart weer is. En waarbij op basis van misinformatie wordt gedaan alsof scholen kinderen van 4 jaar een geslachtsaanpassende operatie aanbieden. Volgens Halsema waait er een conservatieve wind. Er is een nieuw soort preutsheid. Daardoor zie je een neiging om het er minder over te hebben. Maar als ik één les trek uit al mijn gesprekken, is die dat je er juist over moet praten. Even kijken, duurt het nog heel lang? Jezus, wat een lang artikel zeg. Ja, de rest is niet zo heel interessant. Ik heb dit interview ook gelezen. Ja. Dat gaat meer over haar beleidsmaatregelen in Amsterdam. Oh ja, hier je wel bij die leerlingen, bij hartstikke smerig. Ja, hier, dat is goed. Ja, in de klasse gaat het er soms hard aan toe. Zo vertelde Nora 16 afgelopen zomer tijdens een groepsgesprek met Halsema op een ROC in Amsterdam-West dat een klasgenoot vindt dat alle homo's op de brandstapel moeten en dat drag queens hartstikke smerig zijn. Ik was geschokt toen die klasgenoot dat zei. Zo kun je niet met mensen omgaan, zei Nora tegen de burgemeester. Haar klasgenootje Leia was het daarmee eens. Althans deels. Zulke gemene dingen moet je niet zeggen, zei ze. Maar je moet het respecteren als mensen homoseksualiteit niet willen respecteren. Hoewel uit het eerder genoemde onderzoek blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren groter wordt, klinken er tijdens die gesprekken met Halsema andere geluiden. En dat is frappant, constateert de burgemeester. Veel jongeren hebben een sterk besef van het belang van artikel 1 van de grondwet, dat je niet mag discrimineren, maar velen bekijken het alleen vanuit hun eigen minderheidspositie. Ja, dit stukje. Op één van de scholen had een groep stoere jongens de mond vol als het ging om discriminatie van moslims en zwarte mensen. Maar zodra ik begon over het uitsluiten van homo's, werd er gelachen. Dat frustreert haar. Weet je wat ik een van de leukste dingen van Amsterdam vind? Vraagt Halsema in december aan ROC-studenten. Dat niet iedereen er in deze stad er hetzelfde uitziet. Dat er veel aparte mensen zijn en dat zij zich vrij voelen om te zijn wie ze zijn. Zo skate er jarenlang een man in alleen een string door de stad. Deze stringskater is laatst overleden. Als hij langskwam, werd je even vrolijk. Maar ik hoor velen van jullie juist zeggen, we willen dat iedereen zo normaal mogelijk doet. Waarom is dat belangrijk? Sommige mensen overdrijven het gewoon, antwoordt een meisje. Dan vraag je erom om uitgescholden te worden. Max valt haar bij. Die woke mensen moeten gewoon niet zo pushen. Nu worden jongens op de basisschool al gedwongen om met meisjes speelgoed te spelen. Het zijn verhalen die ook andere jongeren zeggen te hebben gehoord. Prima als je homo bent, vindt Abel, maar hou het voor jezelf. Je hoeft er niet mee te koop te lopen, zoals op de Pride gebeurt. Halsema, de Pride komt juist voort uit een protestbeweging. Het is een uitbundig feest om te laten zien dat LHBTI'ers mogen zijn wie ze zijn en dat ze niet mogen worden geïntimideerd. Abel laat zich niet op andere gedachten brengen. Hetero's doen dat toch ook niet? Waarom homo's dan wel? Bla, bla, bla. Hetero's doen dat toch ook niet? Het is alsof je zegt van, maar waarom protesteren ze niet voor de oorlog in Duitsland? Ja, omdat er geen oorlog is. Ja. Ja, ja, ja. Nou, wat vinden we hiervan? Zijn jullie geschrokken van die uitspraken? Van die leerlingen? Ja. Het zijn niet hele andere uitspraken dan in mijn tijd, hoor. Nee, precies. Mij doet het ook maar niet zo. Het is een beetje van, er wordt gedaan van jongeren, maar over het algemeen zijn het ook allemaal scholen waar voornamelijk allochtonen zitten. Ja. En dit is eigenlijk een beetje alsof Nederland voor de eerste keer. Op mijn school werden dit soort dingen niet gezegd. Oh, op mijn school wel hoor. Oh, mijn ook wel. Maar ja, ik zaten zeker op een zwarte school. Ja, ik sowieso. Ja. 100% islamitisch. Ja. Ook daarom stuurt geen enkel mens die het best voor zijn kinderen wil de kinderen naar een zwarte school. Mm-hmm. Zelfs zij stuurde de kinderen naar een zwarte school. En heeft ze letterlijk zo snel mogelijk er weer afgehaald. Maar haar kind werd toch ook echt een krimi zo? Nee, weet je waarom ze haar kind heeft weggehaald? Haar kind ging inbreken in een woonboot. Nee, toen was hij al lang van die school af. Ah ja.
Ze hebben maar 3 weken of zo op die school gezeten. De reden waarom ze die van die school heeft gehaald is omdat, zeg maar, hij nam dan vlees mee naar school. Oh en, ja. En dan kwam een of ander Marokkaan of whatever het was. Die kwam dan zeggen van, ja, je gaat naar de hel als je dat eet. Ja. En dan werd hij gewoon consistent mee lastiggevallen. Toen heeft zijn kinderen weggehaald. Ja, ham op brood. Ja, ja. Maar dat werd in mijn tijd ook gedaan, hoor. Ja, in mijn tijd ook. Surinamers met ham op brood werden echt gepest. Oh nee, Surinamers werden nooit gepest bij ons. Maar je had 3 Nederlanders bij ons op school en die werden alle 3 echt gepest. Ja. Ja, ik zat gewoon op een fatsoenlijke wit school, dus... Ik heb daar geen ervaring mee, zeg maar. Als je hamkaaschips at, werd je gepest. Als je ham at, werd je gepest. Als je op kerstdiner iets met niet halal vlees bracht, dan ja, ging niemand jouw eten aanraken. Dan mocht je het weer naar huis meenemen, zo'n hele volle schaal. Dat was altijd wel zielig. Ja, als je niet besneden was, werd je gepest. Als je naakt ging douchen na de gym, werd je gepest, want moslims douchen niet naakt. Die douchen met onderbroek. Op de een of andere manier. Ja, dat soort dingetjes. Maar goed, moeten wij ons zorgen maken om de jongeren? Nou, ik moet ons geen zorgen maken om die jongeren. Ik denk dat we ons eerder zorgen moeten maken over Femke Halsema. Waarom? Nou ja, wat is hier voor oplossing? 1, staatsmacht. 2, het is de schuld van de platforms. Het is de schuld van de algoritme. Maar de vraag die ze zou moeten stellen is... waarom kiezen jongeren niet voor een progressief verhaal? Ik bedoel, waarom zou je... Omdat voor... niet sexy maar wie, is. Maar wie presenteert jongeren een progressief verhaal? Ja, wacht niemand. Even. Ja, maar wacht even. Dat wilde ik zeggen. Ja, dat waarom zou... Je hebt Andrew Tate... Hij belooft je geld. Hij belooft je lekkere wijven. Mm-hmm. Noem buiten mij, zeg maar, 1 interessante feministische man. Die gewoon leuk is en flamboyant en... Op, ja. Nee, maar bekend. Bedoel je? Umer Ouyar. Kijk, mijn naam staat hieronder. Ja, ik had je laatst bijna gewist uit de podcast. Nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Gewoon noem een leuk iemand. Gewoon een leuke een feministische man die zinnige dingen te zeggen heeft. Die geen white knight is. Die geen simp is. Die gewoon... Ja, gewoon een rolmodel voor jongens kan zijn. Ik ken er geen één. Ik ken er ook geen één. Je hebt bijvoorbeeld Destiny, die gaat heel scherp gaat debatteren. Maar ja, is niet echt een rolmodel. Zo, die gast met die gele haren of groen of welke kleur. Ja, maar kijk, eigenlijk vullen al die mensen zoals Andrew Tate en al die internetgurus, die vullen een gat die al gevuld had moeten worden door de ouders of school. Dat moest gewoon gebeuren. Nee, maar zelfs als jouw ouders progressief zijn... Stel je voor, je bent kind van Halsema, je bent progressief opgevoed. Ja, maar nog kan Andrew Tate jou aantrekken. Ja, maar als jij niet die gesprekken hebt met jouw kinderen... Jij moet jouw kind bewapenen met informatie op die vlakken. Kijk, als zo'n kind kan zeggen van... ik denk dat 50-50 van vrouwen die aangifte doen onzin is... Dat betekent dat iets is wat behandeld had moeten worden in zijn leven. Want iedereen weet, ik bedoel, als je een beetje opgeleid bent, dan weet je dat het gewoon onzin moet zijn zonder het na te checken. Ja, maar hoezo? Ik heb nooit met mijn moeder erover gehad van ja, hoeveel vrouwen die nou verkracht worden, doen eigenlijk een valse aangifte. Nee, maar het zijn niet echt gesprekken die thuis gevoerd worden. Ja, sowieso zijn het geen gesprekken die thuis gevoerd worden, maar het zijn wel gesprekken die een aanleiding... Kijk, als jij op school bijvoorbeeld mensen leert over... de Tweede Wereldoorlog, dan hoor je ze ook te leren. Dan hoor je ze eigenlijk, je hoort kinderen eigenlijk veel meer te leren over de vrouwenemancipatie en de homo-emancipatie dan de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk veel meer. En die onderwerpen, die missen dan helemaal. Dan is het van, oh ja, de Joden, dit en de slavernij, Tweede Wereldoorlog en that's it. Dat is wat VMBO-leerlingen te horen krijgen, als het ware. Maar die zien niet in dat alles wat zij... Ja, alles wat mensen zoals Andrew Tate hun voorschotelen, dat wij die periodes al hebben gehad en dat het niet beter was. Dat huisvrouwen gewoon met z'n allen depressief en dan de drugs waren, letterlijk. Dat weten al die nee, mensen Nee, maar niet. Dat vind ik een hele verkeerde veronderstelling. Of het idee dat de homo zijn gewoon in je hoofd zit. Sorry, maar jij hoort gewoon aangeleerd te krijgen dat homo zijn iets volkomen ja, natuurlijks maar nee, is. Maar, wat hoort bij de homo nee, maar dat is zeg maar... Ik vind dat een hele simplistische veronderstelling.
Want je suggereert nu dat, oké, als we ze beter onderwijs geven, komen ze tot een andere uitkomst. Ja. Daar geloof ik niet in. Oh, ik denk dat wel. Er zijn genoeg hoogopgeleide mensen die op de PVV stemmen, die FVD stemmen. Kijk. Het punt is dat Andrew Tate belooft ze dingen die iets toevoegen aan hun leven. Feminisme, zoals het nu wordt gepresenteerd, is dat letterlijk voor mijn camera, Omer. Ik ging net zo mooi... Deze camera is kapot of zo. Nee, hij is gewoon heet. Hoe kan dat de enige camera zijn die al voor de vierde keer uitvalt? Die langs staat, in deze hoek is het gewoon extra warm. Dan doen we die lamp uit, toch? We hebben hem toch niet nodig? Ja, maar dan zie je niks, toch? Is dat zo? We hebben toch die lamp? Ja, je ziet echt... Dan zijn jullie gewoon fucking donk. Dan zitten jullie in een donkere hoek. Ja, dat is zeg maar... Nee, oké. Nee, maar ik geloof niet dat het... Nee, maar kijk, jij zegt van... Je hebt hoogopgeleide PVV'ers die ook op de PVV stemmen. Maar als je op de PVV stemt... Je kan gewoon conservatief zijn en op de PVV stemmen. Maar als daar misinformatie bij komt... Dat is niet mijn punt. Want je mag tegen homo's zijn, maar... Van mij mag je tegen homo's zijn. Maar als je zegt van, ik denk dat het in hun hoofd zit... Dat is gewoon feitelijk onjuist. Nee, maar dat is niet mijn punt. Dit is zeg maar allemaal oppervlakkigheid. En het is echt teleurstellend van Femke Halsema... Dat ze daar niet doorheen kon brengen. Want het gaat er niet om... Het argument waarom wat hij ter sprake brengt om te zeggen dat je geen homo kan zijn, dat is niet eens interessant. Is letterlijk iemand van 16. Dan ben je gewoon dom. Als je 16 bent, dan ben je echt letterlijk dom. Want hij was 22. Oké, maar dan alsnog zijn ben je ook dom. Zijn je hersenen niet volledig... Ja, maar je hebt genoeg mensen van 40 die deze ideeën ook hebben. Ja, maar wacht even. Dan alsnog zijn je hersenen niet volgroeid. Waar het om gaat is... Andrew Tate vertelt ze dingen die iets toevoegt aan hun leven. Lekkere wijven, geld. Mm-hmm. Niet werken voor een baas. Ja. Dat soort shit. Ja, wat voegt het feminisme toe aan hun leven? Aan die van de man? Ja, aan hun leven. Nou, dat ze minder hoeven te werken. Ja, het is best wel voordelig. Hoezo hoeven ze minder te werken door feminisme? Als je voor een conservatieve vrouw gaat als Zeynep, en daar gaan ze mee eindigen als ze zo blijven, dan moet je als een paard werken, wil je een gezin en een vrouw onderhouden. Terwijl als ze voor een verlichte vrouw gaan, dan hoeven ze wat minder te werken. Ja, omdat ze tweeverdieners worden. Ja. Ja. Maar meestal de mensen in Nederland werken gemiddeld 30 uur, dus zoveel werken ze niet. Ja, dus omdat ze twee verdieners nee, zijn. Maar dat is echt een heel zwak... Nee, ze zijn helemaal geen twee verdieners. Want letterlijk de helft van de Nederlandse vrouwen die kunnen werken... die leeft op de zak van hun man of van een uitkering. Oké. Maar mensen werken minder als ze... Maar dat is een, dat is een zwak argument. Oké, maar jij begon met dus wat heeft het maar, feminisme ze, te doen? Ze hebben het over minder werken en dan hebben ze het gevoel dat ze hun eer verliezen en hun toegang tot seks en wat dan ook. Dus wat voegt dat toe aan hun leven? Dus wat voegt feminisme toe aan hun leven? Ja, in hun ogen niks. Dus dat is wat progressieve met name feministen, een narratief wat ze moeten ontwikkelen, dat zegt van... Oké, de kerndoelstellingen van het feminisme veranderen niet. Mm-hmm. Maar zeker om dit soort jongens... Bro, je staat weer voor mijn camera. Mag je geen zorgen. Ja, we horen je. Telkens als ik gewoon bent. Net op gang ben, ga je voor mijn camera staan. Ik wil je flow verpesten. Nee, maar... Stel, dus jij bent zo'n jongen. Ja, ik ben Samir. Ja. Mohammed. Waarmee kan ik jou overtuigen van het feminisme dan? Door mij de voordelen ervan te noemen. Wat zijn volgens jou de voordelen van het feminisme voor zo'n jongen? Nou, ik denk dat het voor een man leuker is als je een beetje een vrouw hebt die niet alleen maar ja en amen zegt. Zodat ze mijn eer kan gaan schenden en met andere mannen flirten op de werkvloer. Ja, zo denken zij inderdaad. Ja, nee, dan heb je er niks op in dus te brengen. Dus dan loop je al vast, ja, zeg precies. Maar. Je loopt vast in hun hele narratief, zeg maar. En dat is wat, zeg maar, progressief en feministen moeten ontwikkelen, een verhaal. Mm-hmm. Maar wie moet dat doen? Moet Halsema dat doen? Dat kun je doen? Toch niet ontwikkelen? Jawel, tuurlijk wel. Ik kan genoeg redenen verzinnen waarom feminisme ook voor deze jongens beter is. Oké, nou kom, ik speel zo'n jongen. Maar waarom word jij dan niet de Andrew Tate van progressivisme?
Denk je dat het vind jij het fijn? Ja? Oh, jij bent nu samen hier. Ja, ik ben nu samen. Ja. Vind jij het fijn om letterlijk in een gevangenis te leven waar jouw sociale status, jouw eer, afhankelijk is van wat de vrouwen om jou heen, zoals je moeder en je zus, met hun vagina doen? Ja, dat vind ik. Vind je het fijn om in die gevangenis ja, te dat leven? Ik zie dat heel niet fijn als gevangenis. Jij mag dat als gevangenis zien. Hoe zie jij dan? Ik zie dat als een volwaardig leven, zoals mijn schepper dat heeft aangeboden. Maar jouw schepper bestaat niet. Ja, dat is jouw mening, maar ik heb dat is niet mijn mening, dat is de meest aannemelijke mening. Nee, ik heb leg maar uit waarom jouw schepper bestaat. Ja, nu wordt het een theologische discussie. Omdat ik hem voel. Hoe voel je hem dan? In mijn hart. In je hart, niet in je kont. Nee, in mijn hart. Nee. Hoe voel je hem in je hart? Hoe komt dat in concreet tot substantie? Nou, dat is gewoon een goddelijke ervaring in mijn hart. Nee, maar zo praten die jongens niet. Ja. Zo praat... kan niet eens dom doen. Weet je wie zo praat? Zo'n hijab chickie die bij een feministische moslimorganisatie gaat, zeg maar. Oké, ik kan het beter. Ik ben Sammy. Huh? Ewa, vertel. Ewa. Waarom moet die vrouw werken? Vertel. Bro, waarom zou je de hele tijd bezighouden met wat je zus doet, wat je moeder doet? Is toch broer, een vagina? Hoe bedoel je? Dat is eer, dat is gewoon achlaag. Is dat jouw... Toch mijn zus? Ja, oké. Nee, over dat eer wil ik wel met je hebben. Dus dat is gewoon... Ik ben toch geen dayuth? Dat zou die wel echt zeggen, precies, ja. Precies. Ik ben toch geen Henky? Oh, ik ben toch geen Hans? Oké, we hebben het over eer, zeg maar. Dus jouw eer is afhankelijk van een vagina? Ja, zeker. Zeker. Want die vagina, dat is gewoon mijn tuin. Hoe doe je? Ik denk dat dan eigenlijk dat hij al zou beginnen met schelden, zeg maar. Nee. Ik ben een iets slimmere Sammy. Wie is sterker, man of vrouw? Tuurlijk is de man sterker. De man moet de leiding nemen. Vrouwen zijn gewoon emotioneel hysterische wezens. Ene dag zijn ze ongesteld, andere dag zijn ze zwanger. Andere dag hebben ze hoofdpijn. Dan wil ze ijs, dan wil ze chips. Ze weten niet eens wat ze willen. Man moet leiding geven. Vrouwen zijn, zoals de profeet Mohammed al zei, zijn schapen en wij zijn herder. Maar oké, dus je zegt in feite dat jouw eer afhankelijk is van emotioneel en hysterisch wezen. Klopt, want vrouwen zijn uiteindelijk ook het mooiste wat er is. Kijk, in de Koran staat, jouw vrouw is gewoon als een tuin die jij water geeft. Een akker. Ja, akker. En jouw vrouw uiteindelijk, kijk, zij is Jannah is onder haar voeten, snap je? Van de moeder over. Van de moeder, ja. Niet van je vrouw, nee, zeg maar. Nee, precies. Ja, maar uiteindelijk als ze mijn kinderen baart, snap je? Dan wel. Dan is de Jannah van haar kinderen onder haar voeten. Paradijs is veel makkelijker voor de vrouw, broer. Dat is niet voor niks. Zij hoeven niet zoveel te doen. Wat een vrouw erft is voor haar. Zij hoeft niet voor anderen te zorgen. De man moet voor haar zorgen. Zij hoeft niet geld voor de kinderen te zorgen. Geen onderhoud, niks. De vrouw, wat zij verdient, is van haar. Wat zij erft, is van haar. De vrouw komt veel makkelijker in het paradijs. Weet je wat de ticket van de vrouw is voor het paradijs? Wat is de ticket van de vrouw voor het paradijs? Als de man tevreden is over zijn vrouw. Hoe makkelijk wil je het hebben? Dan krijg je gewoon een Jannah. Maar, het is allemaal wel leuk en aardig. Maar als vrouw geen seks wil, dan heeft ze daar allemaal geen recht meer op. Nee, klopt. Behalve in de handbalierechtschool. Waarom zou een vrouw geen seks willen, broer? Kijk hoe je eruit ziet, bro, met je Gucci-pet. Waarom zou een vrouw seks met jou willen? Even serieus. Broer, ik heb het over als ik getrouwd ben met iemand. Waarom zou die vrouw mij geen seks willen geven? Dan heb je geen Gucci-pet meer, wou je zeggen. Ik heb toch in huis geen Gucci-pet? En wat is er mis met een Gucci-pet? Moet ze daar op basis van daarvan mij seks weigeren? Wat tuurlijk. Nee. Vrouw, kijk, ik heb mijn plichten. Vrouw heeft haar plichten. Seks is een van die plichten. Broer. En als zij niet aan voldoet? Hoe bedoel je, ze gaat er niet aan voldoen? Ze moet. Soms heeft zij geen zin, kan toch? Maar een vrouw heeft toch geen vrije wil? Als zij van mij houdt, moet ze toch zin hebben? Misschien heb jij kleine piemel. Broer, je maakt het echt ingewikkeld. Laat zien broer, dan, je maakt mijn hoofd helemaal heen. Ja. Broer, als zij geen andere pik heeft gehad, is ze gewoon blij met die kleine pik. Dat is geen vergelijkingsmateriaal. Nee, maar ik denk ook niet dat mensen dan... Ik heb zo vaak mensen die dan zo'n mening hebben. Dan heb je een discussie met ze. En dan lopen ze vast. Dan kunnen ze het gewoon niet verder verklaren. Je loopt op een gegeven moment gewoon vast. Ja, maar ze blijven er wel aan vasthouden. Ook al lopen ze vast,
ze blijven er wel aan vasthouden. Dus het is echt iets wat vanaf een jongere leeftijd... want dat is ook ja, dat is ook wat jij zegt. Van ja, ze willen gewoon dat een vrouw een dienaar is. Of dat een vrouw een whatever is. Maar ze willen dat om een reden. Ze zijn niet zo geboren. Ja, nee, maar ik bedoel wat Lale net allemaal zegt. Ja. Op het moment dat je daar een feministisch verhaal tegenover zet. Het zijn wel dingen die je moet opgeven. Je mag neuken wanneer je wilt. Ze is gehoorzaam. Ja. Weet je, ze kleedt zich hoe je wilt. Het eten staat op tafel. Tenminste, dit is wat ze denken dat het huwelijk inhoudt. Waarom zou je dat opgeven? Waarom zouden we vrouwen niet tot seksslaven maken? Net als in The Handmaid's Tale. Waarom zouden we dat niet doen? Ja, maar ja, die mensen doen dat toch in principe ook? Nee, maar ik bedoel gewoon even... Gewoon voor mij is het heel erg dat zeg maar een gelijkwaardige... een relatie hebben met iemand die je als gelijkwaardig ziet... leidt tot kwalitatievere relatievorming in mijn optiek. Dus ja, dat is voor mij het argument waarom ik geen seksslaaf zou willen. Want je wilt niet alleen iemand waar je seks mee wilt hebben... maar je wilt gewoon een soort van levenspartner. En het liefst wil je dan gewoon iemand die op dezelfde lijn zit als jij... en dezelfde vrijheden geniet als jij, zeg maar. Ja, oké, dat is een individueel argument. Ja. Maar gewoon collectief als samenleving. Ja, nee. Ja, maar het hoeft toch ook geen voordelen te hebben voor de man of zo? Het feminisme. Tuurlijk wel. Als het feminisme geen voordelen had voor de vrouw, hadden vrouwen dan voor het feminisme gekozen? Nee. Nee. Ja, dus waarom zouden mannen... Waarom zouden jongen... Kijk, volwassen dus mannen, zeg maar, die... De slavernij opheffen had ook geen voordelen voor de witte mensen. Toch hebben ze het gedaan. Weet je hoeveel geld witte mensen daaraan hebben verdiend? Opheffen? Om slavernij opheffen? Dus letterlijk een hele bedrijfstak daardoor uit de grond gekomen. Nee, maar ze hadden toch veel meer voordelen aan als ze gewoon de kolonieën nog hadden en dat allemaal niet hebben opgeheven, zeg maar. Opgegeven. Slavernij, koloniën, slaven. Oh, je bedoelt het helemaal? Ik dacht nu, zeg maar, weer recente discussies over gewoon, slavernij. Ooit hebben westerse mensen toch bepaald van, tuurlijk, we vinden het niet ethisch. Er zat een moreel voordeel in, maar de mensen die dat... Dat zit er ook in bij maar wacht, nee, maar wacht even. De mensen die dat met elkaar bespraken, ja... Dat was niet een of andere Samir van ROC West. Nee. Zeg maar, dat waren mensen die dat letterlijk met de aristocratie gingen bespreken. Ja, maar hetzelfde geldt toch voor het feminisme? Het hoeft toch niet voordelig te zijn voor de mannen? Het is toch gewoon ethisch beter? Nee, maar kijk, mensen die zich bezighouden met nadenken over de samenleving, die begrijpen dit. Ja. Maar zo denkt het gewone volk niet, zeg maar. Mm-hmm, nee, snap ik. Het is niet zo dat mannen op een dag besloten hebben, we gaan stoppen met ons vrouw slaan. Dat ze met z'n allen een gesprek hebben gehad. En toen zeggen, nee, moeten we eigenlijk niet doen. Nee, is omdat je nu daar gewoon zwaar voor wordt bestraft. Ja, als je dat doet. Omdat ze daartoe zijn gedwongen. Maar leg jij eens de voordelen uit dan? Voor de mannen als Samir. Nou, bijvoorbeeld dat je niet in zo'n... Het is heel beperkend, zeg maar. Als jouw sociale status afhangt van het doen en laten van je zus of je moeder. Of je vriendin. Hoezo? Of je als zij zich gewoon gedraagt, dan is dat toch in het dagelijks leven niet zo... Ja, maar dat doen ze niet. Want er is altijd wel iets waar de mensen over kunnen zeggen. Iets over kunnen zeggen. Misschien nee, mijn moeder misschien heeft nog nooit een seksschandaal gehad. Hoe weet je dat? Misschien wordt dat over haar gezegd en weet je dat helemaal niet. Misschien kijkt zij wel, loopt zij door de supermarkt en is ze even om zich aan het heen aan het kijken. Want ze zoekt een bepaald product en volgens komt zij een of ander gare chick tegen die met haar man loopt. En ze kijkt per ongeluk die man 2 seconden te lang aan. En dat is hoer. Zij is echt een hoer, zij zit met mijn man te flirten. Ja, oké. Okay. En ja, dan gaat haar sociale status omlaag. Mm-hmm. Maar ook die van je vader. En die van je broertje. En die van jou. Ja. Nee, maar de Samir vindt dat juist fijn. Hoe weet je dat hij dat fijn vindt? Hij is ervan overtuigd. Ik geloof niet, dat in een 1-op-1 gesprek iemand zou zeggen dat is echt een fijne wereld. Ja, maar voor Samir is dat niet echt een keuze van oké, vanaf nu ga ik kiezen om me daar niks meer van aan te trekken of zo. Voor hoezo? Mijn sociale. Ik bedoel, dat hij is kan gewoon. Daarvoor kiezen. Jij hebt dat toch ook gedaan? Jij bent een vrouw, notabene. Ja, maar dit zijn wel mensen echt van de laagste. Ja, en het ik ben valt een uitzondering. Ook, by the way, op dat ze zeggen
Zo legde Mohammed, 17, dus uit dat vrouwen niet gelijk worden behandeld, want valse aangiftes en zo. En dan staat er zijn 22-jarige klasgenoot Jason. Dus Mohammed is 17 en zijn klasgenoot Jason is 22, 5 jaar ouder. Ja, maar dat Hoe kan. Hoe krijg je dat voor nee, elkaar? Nee, maar dat kan. Als je omscholt, zeg maar. Of een op ander... een mbo. Ja, als je van de praktijk stel jij doet, komt. Ja, dat ook. Maar stel jij doet 4 jaar een opleiding. Denkt, hey, dit vind ik toch niet tof, deze baan. 5 jaar leeftijdsverschil is wel veel, nee, hoor. Dat is logisch. Op de uni zitten er toch ook oma's en moeders? Kijk, nee, maar stel jij je bent 16. Je doet mbo niveau 4. Ben je 20 als je klaar bent. Stel je denkt, bent 21, denk hey, ik vind dit werk helemaal niet leuk. Ik ga terug aan de opleiding ja, doen. Jullie geven hem wel heel erg het voordeel van de twijfel. Ik denk dat hij gewoon dom is en daar mijn achterstand nee, heeft. Maar nee, kijk. Ik zeg niet dat het dat is. Kijk, op basis van dit weten we helemaal niks. Nee, maar leeftijdsverschillen op mbo, hbo en uni is gewoon vrij normaal. Ja, maar dan is het vaak gewoon van tussen de 19 en dan 25 of zo. En dan heb je er af en toe nog een oude bijligger bij. Maar 17 jongen, ik had hoorcolleges met letterlijk oma's. Dus nee. Ja, oké. Nee, maar... Kijk, ik kan niet 1, 2, 3 een feministisch narratief uit mijn mouw schudden... wat jonge jongens uit de ghetto's van Nederland aanspreekt. Want dat is niet makkelijk. Want als het makkelijk was, dan had iemand het waarschijnlijk al gedaan. Nee, precies. Maar dat is wel wat feministen en breder progressieven moeten doen. Willen ze... Ik had gewild dat Andrew Tate progressief was. Dat hij zeg maar zielen zou winnen voor het progressivisme. Maar waarom specifiek Andrew Tate? Omdat hij gewoon begenadigd is. Een begenadigd spreker is. Andrew Tate heeft humor, de looks, de charmes. Stopt er veel tijd in zijn podcasts, in zijn editvideo's. Ja, dan ben je een Destiny, zeg maar. Ik ken Destiny niet. Ja, kijk, het ding van Andrew Tate is... je moet kiezen voor de domme, conservatieve kant. Want zijn hele businessmodel is... mensen overhalen om zijn maandelijkse cursus te kopen, zeg maar. Mm-hmm. Maar waarom kan dat niet met progressieve ideeën? Omdat het kan wel met progressieve ideeën... maar niet in een positief progressief jasje, zeg maar. Omdat uiteindelijk... wil jij die mensen niet helpen, maar jij wilt geld van ze verdienen. Ja, zij wilt gewoon geld. Dus dat is hetzelfde. Kijk, ik kan niet mensen hier... Kijk, als dit een wappie of ja, wappie en zweefteef podcast zou zijn, dan zouden we nu vertellen over hoe Himalaya zeezout in water in maanlicht en dan in een bak met een 639 hertz. Dan zou ik daaraan geld kunnen verdienen en dan zouden we veel meer verdienen. Maar als ik hier dan mensen ga bijleren van hey, hoe kan je kritisch denken en ervoor zorgen dat je niet wordt opgelicht door weet ik veel wat allemaal, dan kan ik mensen niks meer verkopen. Nee. Ik kan ze alleen dingen verkopen wanneer het volledig gebaseerd is op de waarheid. En ja. Dat kan niet. Als jij eerlijk wilt zijn en mensen daadwerkelijk wilt helpen, dan kan je heel weinig van ze verdienen. Maar als jij van ze wilt verdienen, oh, dan kan je gewoon vrij uitgaan met de waarheid en dan het twisten hoe je dat wilt. En ik denk trouwens ook dat het een heel groot probleem is dat de enige feministen die echt van zich laten horen, zijn intersectionele feministen. Mm-hmm. Oh ja. Ja, jij had daar een mening over. Ja, die zijn gewoon koekoek. Waarom? Ja. Intersectioneel betekent? Zo ja, nee, wacht ook. Even. Ja, maar kijk. Je hebt intersectionaliteit. Ja, dat is door Kimberly Crenshaw. Of in ieder geval zit Crenshaw van de achternaam. Ik ben even kwijt of ze Kimberly van de voornaam heet. Zij heeft dat bedacht onder meer om bepaalde dingen te verklaren. Je had bijvoorbeeld antidiscriminatiebeleid tegen voor zwarte mensen. Mm-hmm. En antidiscriminatiebeleid... voor vrouwen. Ja. En zij nam waar dat zwarte vrouwen nog erger gediscrimineerd werden. Nee, ze vielen buiten de boot. Zeg maar. Er waren maatregelen om discriminatie tegen zwarte mensen te bestrijden en maatregelen voor discriminatie tegen vrouwen. Maar die zwarte vrouwen die vielen net buiten de boot. Mm-hmm. Ik vat het even heel simpel samen, maar dit is de herkomst van intersectionaliteit. Ja. Zeg maar. Zij zegt, je moet niet naar één aspect kijken bij discriminatie, maar ook of iemand zwart is, vrouw is, homo is. Want stel, je bent een lesbische vrouw die zwart is, dan heb je het nog erger. Maar dit is een academisch verklaringsmodel. Ja. Later
heeft dat zich ontwikkeld tot onder meer intersectioneel feminisme. Wat is de premisse van intersectioneel feminisme? En ik maak er nu voor het gemak even een karikatuur van, is alle zielige mensen moeten elkaar helpen. Mm-hmm. Dus de feministen moeten ook de zielige moslims helpen en de zielige buitenlanders en de gehandicapten en de homo's en de arbeiders en de klassenstrijd en de asielzoekers en de eerste generatie studenten. Dat is de meest recente onderdrukte, gemarginaliseerde groep die we hebben. Die moeten elkaar allemaal helpen. En als je in het één. Als je niet opkomt voor de gehandicapten, dan ben je eigenlijk ook niet feministisch. Zeg maar. En dat in dat soort gesprekken komen ze terecht. En daar kom je gewoon niet uit. Want heel veel van die groepen zijn ook gewoon daders. Mm-hmm. Vanuit een feministisch perspectief. Mm-hmm. En dan gaan ze bijvoorbeeld, voor dat artikel wat ik heb gemaakt. Dan gaan ze zo'n socioloog als Jolande Withuis. Dan zegt ze van ja, jij hebt een wit perspectief. Mm-hmm. Zeg maar. En nou ja, ik had nooit verwacht dat het normaal zou worden in Nederland om in een fatsoenlijk debat iemand zijn huidskleur te betrekken. Mm-hmm. Dus net als ik hier ben ik niet met jou en zeg ja, zegt het Turks perspectief, man. Ja, ik snap wel dat jij dat zegt, want je bent een vrouw. Het is nu gewoon gebruikelijk geworden dat je dat zegt. Van bijvoorbeeld, jij bent man, dus je bent aan mansplainen. Ja. Dat wordt ook vaak gezegd. En intersectioneel feministen zijn daar basically het meest giftige uiting van. Mm-hmm. En ik denk dat we echt weer terug moeten naar gewoon een identiteit vormen op basis van je individuele eigenschappen, waar we het vorige keer ook over hadden, en zo het debat aangaan. Ja. Want dan heb je het over elkaars ideeën. En dan is het niet van, ja, ik hoef niet naar jou te luisteren, want je bent een man. Ik hoef niet naar jou te luisteren, want je bent een moslim. Of ik hoef niet naar jou te luisteren, want je bent een wappie. Mm-hmm. Dus dat is een beetje mijn probleem met intersectioneel feminisme. Maar is dat niet iets soort van normaal? Ik bedoel, kijk, bijvoorbeeld als Sander Schimmelpennink iets zegt, dan zeggen ze, hou je bek, man, jij bent in een kasteel geboren. Wat letterlijk zo is. Dat is ook niet oké. En toen je 18 was, heb je een aandelenportefeuille van een half miljoen gekregen of zo, zoiets. Want dat heeft hij allemaal zelf verteld. Dus wat weet jij nou van sociale ongelijkheid, weet je wel? Als hij daar een column over schrijft. Ja, maar dat vind ik al helemaal. Dat is nog erger. Alsof je iets zelf moet ervaren. Ja, maar dat vinden de meeste mensen. Ja, maar die mensen die mogen echt. Die van mij mogen ze niet meer meedoen aan het publiek debat. Ik verbied het ze bij deze. Dus het is een beetje als. Je bent geen expert als je zelf iets meemaakt. Je bent geen expert in verkrachting als je zelf wordt verkracht. Ja. Je bent geen expert in Turkije. Toch. Als je zelf Turk bent. Ja, maar toch is dat bij de simpele mensen werkt dat zo. Ik word ook in de Rolodex van Hilversum sta ik gewoon bij islam en Turkije. Ja, maar dat is nog het ergste. Dat zijn geen simpele mensen. Dat zijn mensen die minstens een HBO. HBO is best wel simpel. Ja, maar ik word altijd gebeld voor islam en Turkije. Ja. Nooit voor schrijversdingen of zo. Nee, maar ik bedoel uiteindelijk iemand die 4 jaar Turkologie, of hoe het tegenwoordig ook heet, heeft gestudeerd aan een academisch instituut, die weet waarschijnlijk meer over Turkije dan jij. Nee, maar als Turkije in het nieuws is, wordt er geen Turkoloog uitgenodigd, maar gewoon Turken. Ja. Dat werkt gewoon zo. En wat je dan krijgt, is dat. Dan heb je allemaal mensen die niet zozeer een gebalanceerd verhaal vertellen, maar die vertellen gewoon narratief van hun groep, waar ze toevallig bij horen. Want er is niet een Turk, zeg maar. Die Turk die je uitnodigt, die heeft allerlei andere belangen. Ja, misschien stemt hij wel CHP of AKP. Ja, of is het eigenlijk een Koert die zegt dat hij Turk is. Ja. Weet ik veel wat. Dat weet je allemaal niet. Ja. En het is natuurlijk niet dat iemand die dat een wetenschapper objectief is, maar een wetenschapper kunnen we nagaan op van hé, wat heeft hij gepubliceerd? Ja, precies. Waar staat hij erin? En met andere onderwerpen precies het geval van ja, wil iets over Molukkers zitten. Ja, maar goed, samenvattend over het artikel van Halsema.
Ja, ik denk wel echt dat dat conservatisme zorgelijk is. En okay. Dat progressieven die moeten echt met een beter verhaal komen om, om toch te zorgen dat jongeren in vrijheid, want uiteindelijk moet je ervoor kiezen in vrijheid, mm-hmm. en niet gestuurd door de overheid of gedwongen door de overheid, mm-hmm. in vrijheid te kiezen voor ideeën waarvan ik en jullie ook geloven dat het betere ideeën zijn. Ja, ik dacht van misschien kunnen ze in plaats van meiden van traditie, meiden van gewoon tegenovergestelde maken van de moderniteit. En dan 4 vrouwen laten zien die hartstikke leuk hebben met hun man. En samen 2 verdieners zijn en een carrièrevrouw en weet ik veel wat. Dat zeg maar inspirerend ja, is. Ja, en eentje die geen kinderen wil. Ja, bijvoorbeeld. Of eentje die een hele topfunctie heeft en de wereld overreist. Omdat ze in het Europees Parlement werkt, weet ik veel. Dat zijn pas leuke tv-programma's. Ja, maar ja. Ook dat mensen die dezelfde argumenten erop aanhouden als deze jongens, dat die momenten krijgen waarin ze dat we debatten kunnen zien waarin ze met mensen vanuit de andere kant debatteren. En dat ja. De claims die worden gemaakt dan ook worden gecontroleerd. Want er zijn genoeg studies die kijken naar uitkomsten in relaties en in geluk en in succes en dat soort dingen in allemaal verschillende gezinsmodellen als het ware. Daar hebben we gewoon heel veel data van. Dus dan is het heel makkelijk om valse informatie de kiem te sporen als ja. Het ware. Maar ja, als de enige persoon die hierover claims maakt Andrew Tate is. Hoeveel video's heb je gezien over dat? Over de resultaten van onderzoeken in bepaalde samenstellingen ja. Van gezinnen? Nul. Er is nul high quality content die daarop geproduceerd wordt. Waarom? Want je kan er geen geld aan verdienen. Niemand gaat daar zijn tijd in steken. En de enige die dat kan doen voor geen winst is de overheid. De overheid kan dat doen door daar gewoon geld in te stoppen en dat soort content te creëren. Maar daar is de overheid ook gewoon fucking slecht in. En die ja. Gaat nooit kunnen concurreren met een Andrew Tate of whoever. Dus dat is gewoon een probleem. Want zolang jij geen geld kan verdienen door de regelrechte waarheid te leren aan mensen, gaat het nooit kunnen concurreren met dezelfde volume aan content zoals al die andere mensen produceren. Goeie afsluiter. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij nog wat kwijt? Oh ja, ik wilde reageren wat Ome zei. En daarom vind ik dat we content moeten maken met Zeynep. Jij legt de klemtoon steeds verkeerd. Hoe dan? Content is dat je tevreden bent. Content is inhoud maken. Dus ja, het is niet content, maar het is content. Ja, is dat zo? Ja. Nee, maar heeft het dan echt een andere betekenis? Ja, want content betekent eigenlijk, is een Nederlands woord voor content zijn met iets, toch? Ja. Ja. En content, tevreden. Content is een Engels woord. Dus dan moet je het beetje Engels uitspreken om die betekenis eraan te koppelen. Dus content, moet je dan zeggen. Het is content. Maar je kan toch uit de context van de zin opmaken dat wat er wordt bedoeld? Ja, true. Nee, als je zegt, we moeten content maken, dan kunnen we ook zeggen dat we moeten we haar bevredigen of zo. Ja, dat wilde ik nou net niet zeggen, maar je kan Zeynep content maken door veel geld op tafel te leggen, geloof ik. Ja. Ja, ik ga wel een keer bij de tanken. Gezellig. Oké, dankjewel voor het luisteren. Word donateur op ikgaleven.backme.org. Geef een like, laat een reactie achter. Kom in de donateurschat, lekker gezellig. De algemene chat is super dood. En stuur ons een berichtje wat je van deze aflevering vond. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.